Ik zie dat ik mijn verkeerde map meegebracht heb, dus ik ga eventjes de juiste gaan halen. Dat betekent dat jullie nog rustig een paar minuten kunnen verder praten. Dit is jullie eerste les naar jullie stage, neem ik aan. Ja, dan heb je elkaar veel te vertellen. Dus vertel me rustig verder. Goed, we beginnen dus met enige vertraging. Dus kunnen we best een versnelling inzetten. Ja, dit is jullie laatste vak, denk ik. Zo ongeveer, toch binnen de reguliere opleiding. En dan meteen een vak dat eigenlijk naar mijn aanvoelen veel centraler zo had mogen staan in jullie opleiding. Seksualiteit, genderstudies, verhoudingen, noem maar op. Maar goed, er zijn ook wel een aantal redenen waarom dat niet het geval is. We bevinden ons ook wat de opleiding betreft in een overgangsperiode. We bevinden ons op alle mogelijke vlakken in een overgangsperiode, denk ik. Maar ook wat de opleiding betreft. En vanaf het nieuwe programma worden vakken in toenemende mate gedeeld door verschillende vakgroepen. Wat ik een zeer goed idee vind. Dat zal zorgen voor eindelijk een dialoog tussen een aantal mensen. En het zal ook, denk ik, een aantal vakken zeker beter maken.
In de aanloop naar die nieuwe vormgeving heb ik een paar jaar geleden al besloten van binnen dit vak, dat was vroeger dan één gastspreker uit te nodigen, dat zullen er dit jaar twee zijn. Voordien was het Johan Mertens die als bioloog zijn verhaal kwam brengen, kon te brengen over genderstudies en over seksualiteit. Nu, Johan Mertens is niet zomaar een bioloog, hij is een evolutionair bioloog of een gedragsbioloog. En dat betekent dat hij wel op een wetenschappelijk onderbouwde manier een aantal zaken kan vertellen, op grond van studies bij dieren dan, over het menselijke gedrag. Voor alle duidelijkheid, ik ben absoluut niet de mening toegedaan dat we het menselijk gedrag kunnen reduceren tot dieren. Dat is niet zo. We zijn een andere diersoort dan de gewone diersoorten. Maar ik ben er ook wel van overtuigd dat we daar heel veel kunnen leren. En dat het zeker de moeite waard is om daar dan toch eens op een degelijke manier les over te krijgen. Een tweede luik, dat pas vanaf dit jaar voor de eerste keer aan bod zal komen, zal gegeven worden door Els Eloud. Dat is dan meteen ook de jongere kant van de zaak, want die is ongeveer een generatie jonger dan ik en Johan. Die is van opleiding psycholoog, doctoreert ook in de psychologie, maar werkt hier bij ons in Gent in het Centrum voor Genderstudies in het UZ. Sommigen onder u die zullen dat misschien weten, maar het meerendeel waarschijnlijk niet. Gent is toonaangevend als onderzoekscentrum en ook als behandelcentrum voor alles wat met transgender te maken heeft. En dus daar is al een heel lange traditie over binnen het UZ. En daar werken natuurlijk onvermijdelijk ook een aantal psychologen aan mee. Wel, alles werkt daar, zowel binnen de context van onderzoek als binnen de context van praktijk. Dus zij zal vanuit haar praktijk vier colleges komen verzorgen. Johan doet er maar twee, wat eigenlijk te weinig is, maar het is al een mirakel dat hij er twee zal komen geven. Hij is opnieuw door het oog van de naald gekropen. Hij leidt eigenlijk aan een vrij gevaarlijke ziekte. 9 jaar geleden is hij daar voor de eerste keer zeer ingrijpend voor behandeld in het UZ. En nu, voorbije jaar nog eens. En ik had gedacht dat ik hem niet meer mocht vragen, maar hij heeft het zelf aangeboden. Dus dat is dan ook wel, denk ik, iets om zeker naar hem toe dankbaar over te zijn dat hij dat komt doen. Ik kreeg daar geen frank voor, hij is op emeritaat, ik kom dat gewoon doen omdat hij dat graag doet. Goed, ik heb al een mail of een boodschap rondgestuurd via Minerva, sommigen zullen dat gezien hebben. Hou Minerva in de gaten, er zullen er af en toe een aantal dingen op gepost worden. Het eerste wat je daar grondig moet bekijken, en ik neem aan dat het merendeel dat al zal gedaan hebben, dat is die heel eigenaardige organisatie van het vak. Op vlak van data en uren. Dus je zult zien, zit daar geen systeem in. Het enige systeem dat er eigenlijk in zit, dat is de mate waarin dat de lokalen vrij waren en dat we aan onze uren kunnen geraken. Voor de mensen van de administratie binnen de faculteit is dat telkens jaren opnieuw een nachtmerrie om al die verschillende puzzelstukjes in elkaar te krijgen. En op het einde van het puzzelen zien sommige puzzels er heel eigenaardig uit. En dat de puzzel van genderstudies er heel eigenaardig uitziet, dat past nog bij het onderwerp ook. Dus in die zin is dat misschien niet eens zo vreemd. Maar het moet dus echt in uw agenda gaan inplannen. Anders zul je vroeg of laat hier staan voor niks, want het is op een ander moment. Het is altijd dezelfde plaats, dat is al één voordeel. Ik heb het in het verleden nog meegemaakt dat we af en toe bovendien nog van plaats moesten veranderen. En dan was het helemaal genderdysforie, om in dezelfde metaforiek te blijven. Goed, we zullen ook een college hebben, ik denk volgende week al, dat we wat vroeger moeten stoppen, omdat dit auditorium nodig is voor een andere activiteit die voordien al vast lag. Belangrijkste nadeel van die vreemde organisatie, dat is dat de lessen van de verschillende lesgevers elkaar niet opvolgen. Dat vind ik echt ambetant. Want je zult zien, er zit telkens wel een systeem in. Ik ga een systeem uitwerken. Els zal iets uitwerken. Johan ook. Nu, Johan komt 2 keer naar elkaar. Dus voor hem is het wel
opeenvolgend. En bovendien zijn er maar twee colleges, dus dat zou goed lukken. Maar bij de twee andere lesgevers zult je ja, telkens de moeite moeten doen om te proberen om niet die draad op te pakken. Want we geven door elkaar les, maar het zijn toch twee aparte stukken. Dus dat is het probleem. Goed. Tot daar de praktische. En, ja, wat het examen betreft, dat is een open boek examen. Dus je mocht alles meebrengen, maar je hebt dus eigenlijk niet veel nodig. Je zult een open vraag krijgen, waar je je kennis en kunde kunt tentoonspreiden. Het is dus zeker niet reproductief. Want reproductief, dan kun je alles overschrijven. Dat is niet de bedoeling. Goed, jullie komen juist terug van stage. Dat is voor het merendeel van jullie denk ik de eerste kennismaking geweest met de kliniek als dusdanig. Nu afhankelijk van het soort kliniek waar dat je je stage in gelopen hebt, afhankelijk van, dat, van de aard van die context, zullen jullie in meerdere of in mindere mate in contact gekomen zijn met problemen rond seksualiteit en rond relaties. Dit staat ontzettend centraal in de kliniek. En ik kan al meteen onderscheid maken tussen twee zaken. Het seksuele op zich en het relationele, waarvan de koppeling niet altijd even eenvoudig is. Een aantal anderen onder jullie zullen eerder contact gehad hebben in de stage met een andere verhouding, niet de genderverhouding, maar de verhouding tussen ouder en kind, als je met jongeren gewerkt hebt. Maar je zult ook daar moeten vaststellen hebben dat in, zeker in een problematische verhouding tussen ouder en kind, dat er in nagenoeg alle gevallen ook de dimensie van het genot centraal staat. En dat hoeft dan niet per se seksueel genot te zijn, dat kan ook drugs zijn of andere zaken. Gaming, noem maar op. En daar kun je dan al zien dat seksualiteit, het problematische daarvan, dat dat te maken heeft met een genotsfactor. En dat is een, daar komen we al bij een heel centraal probleem. Datgene wat ons als individu en als soort genot verschaft, je ziet wel dat dat ook ruimer is dan alleen maar het seksuele, dat is dezelfde tijd datgene wat ook problematisch is. En dat is vreemd, want je zou denken van, ja, genot, goed, dat is toch alleen maar genotsvol. Wat kan er daar nu zoveel problemen voor? Welke problemen kunnen daar nu bij komen kijken? Wel, ik kan op voorhand al de volgende stelling meegeven, waar we veel later op zullen terugkeren. Wij hebben een structureel verdeelde verhouding tegenover genot. Structureel verdeeld. Op een of andere manier is genot altijd een disruptief element. Dat is intellectueel jargon om te zeggen dat we er altijd miserie mee hebben. Het is een disruptief element. En dat is verrassend, want je verwacht dat eigenlijk niet als je daar met een zekere naïviteit naartoe gaat kijken. Goed, het onderliggende. En als wij recent gaan kijken in ons vakgebied, het onderliggende van het genot is de drift. En het is natuurlijk Freud geweest die dat als eerste naar voren geschoven heeft. We gaan daar later ook op terugkeren. Ik ben nu een aantal merktekens aan het uitzetten om daar dan later op terug te keren. Ja. Het feit dat hij het woord drift gebruikt, toont eigenlijk al een bepaalde stellingname. Het gaat niet over instincten. Het gaat niet over een voortplantingsinstinct. Het gaat over iets wat veel ruimer is en daardoor ook veel vager. Iets wat ons drijft. Het is dan ook al heel snel in de theorie van Freud duidelijk dat hij drift niet zal beperken tot seksualiteit in de engere betekenis van het woord. En dat wordt eigenlijk alleen maar duidelijker als je begint na te denken over genot. Want dan zie je dat genot op een of andere manier altijd wel met het lichaam te maken heeft, maar niet per definitie met het seksuele lichaam. Nogmaals, in de enge betekenis van het woord. Een van de schandalen die Freud veroorzaakt heeft, is dat hij eigenlijk al vrij vroeg
het idee naar voren geschoven heeft dat ook kinderen al met seksualiteit bezig zijn. Nu, we moeten natuurlijk met een korreltje zout nemen, het schandaal dat Freud veroorzaakt heeft, omdat hij seksualiteit bij kinderen naar voren schoof, moet dat met een korreltje zout nemen. Waarom? Omdat ook in het Victoriaanse tijdperk men al zeer goed wist dat kinderen met seksualiteit bezig waren. En het waren voornamelijk de pedagogen die dat wisten en die dat ook in hun pedagogische systemen opnamen, maar het mocht niet als dusdanig benoemd worden. Freud voert het binnen in de medische wereld en in de beginnende psychiatrische wereld. En dat was het schandaal, dat het in dat vertoog binnengebracht werd. Die kinderlijke seksualiteit, die door Freud beschreven wordt, ja, dat gaat natuurlijk in eerste instantie over bepaalde seksuele activiteiten. Fameuze dokterspelletjes, noem maar op. Maar het is ook opvallend voor diegenen die het willen zien, dat Freud naast die beschrijving van die seksuele activiteiten en het genot dat ik als jonge kinderen daarbij ervaren, dat hij ook iets anders benadrukt. En misschien herinnert u dat zelf nog uit uw kindertijd. Het gaat niet alleen over die seksuele spelletjes en dat gedreven zijn, het gaat ook over het willen weten. Het willen weten, het willen begrijpen, het willen vat krijgen op. En dat is bij heel jonge kinderen, oedipale kinderen, vanaf de leeftijd van pakweg 4-5 jaar, uitdrukkelijk aanwezig. Het willen weten, het willen begrijpen. En het niet kunnen begrijpen, het botsen op die limieten van het begrijpen, waar we trouwens heel ons leven lang op blijven botsen natuurlijk. Maar het is fascinerend om te zien dat kleine kinderen, jonge kinderen, op hun manier daar ook al mee worstelen. En nu spring ik even vooruit in de tijd. Een van de belangrijke auteurs uit het laatste kwartaal van de vorige eeuw, die zich met seksualiteit bezig gehouden heeft, is Michel Foucault. Die naam herinnert u misschien nog wel. Ik heb die in een vroegere college nog vermeld rond het discours. Hij is ook de man die als een van de eerste een discourstheorie naar voren geschoven heeft. Maar Foucault was een typisch voorbeeld van een universeel denker die zich op verschillende onderwerpen gezet heeft. En op een bepaald ogenblik, helemaal op het einde van zijn leven, is veel te vroeg gestorven, helemaal op het einde van zijn leven had hij het plan opgevat van een vijfdelige geschiedenis te schrijven over de seksualiteit. Een geschiedenis die hij over in het Westen wel te verstaan. En die geschiedenis wilde hij van start laten gaan met de klassieke oudheid. En van daaruit oprukkend naar vandaag. Goed, als wij zo'n plan horen, iemand die een geschiedenis wil schrijven van de seksualiteit, ja, dan hebben we daar een bepaalde verwachting bij. Hè. Dan hebben we daar de verwachting bij van in die geschiedenis, en die historische studie, zullen we een beschrijving krijgen van de verschillende vormen van seksuele verhoudingen. Bijvoorbeeld die homoseksuele verhoudingen die in Griekenland al vrij centraal stonden. We zullen een beschrijving krijgen van een aantal praktijken, noem maar op. Dus dat verwachten we eigenlijk, hè. En wat brengt Foucault in zijn eerste deel? Iets helemaal anders. Het eerste deeltje van die geschiedenis van de seksualiteit. Dat eerste deel heeft de volgende titel. La volonté de savoir. Het willen weten. Dus je ziet, en dat getuigt van zijn intelligentie, je ziet dat hij de praktijken als dusdanig, datgene wat ons natuurlijk ook fascineert, hoe doen ze het en wat doen ze, hij legt die praktijk even naast zich neer en gaat kijken naar iets anders. Hoe is het weten daarover en hoe is het willen weten daarover? En hij maakt dus eigenlijk onder andere een studie van dat willen weten. En dat is iets wat wij, wat iedereen van ons, vanaf een bepaald ogenblik ook doet en dat stopt nooit. Het krijgt wel andere vormen, krijgt andere accenten. Maar dus die zoektocht, dat willen begrijpen, dat willen weten, wat zo ongeveer van start gaat op de leeftijd van pakweg 4-5 jaar, dat blijft eigenlijk aanhouden om de heel eenvoudige reden dat er geen duidelijk antwoord op is. En dat willen weten, dat gaat dan
over seksualiteit, over de verhoudingen tussen de verschillende genders, over de ouder-kindverhouding, dat komt er natuurlijk ook bij. Goed, dus je ziet, seksualiteit, genderstudies, seksuele problemen, dat zijn zo ongeveer de titels van het vak, dat is veel, veel, veel ruimer dan alleen maar de praktijken en alleen maar het relationele. Het gaat eigenlijk over een aantal fundamentele, existentiële vragen. En het is daar wat ik bij wijze van inleiding jullie even gaan meenemen in, op een soort virtueel museumbezoek. Om eens te kijken wat we daar te zien krijgen. En dan bedoel ik wel degelijk een museum waar dat we kunst kunnen zien. En dan liefst een antropologisch museum. Zit je genre British Museum in Londen of Parijs, het Louvre, waar je dus kunst ziet vanaf het begin der tijden tot vandaag de dag. Dat zijn meestal musea die heel gevaarlijk zijn. Als je daar te lang rondloopt, krijg je barstende koppijn. Dat is dus geen goed idee om daar kinderen in mee te nemen, want je geeft ze een aversie vanaf de eerste keer dat je ze meepakt. Het is veel interessanter van een selectie te maken en daar een paar uurtjes naar een aantal dingen te gaan kijken en dan andere dingen te doen. Maar goed, als je in een museum rondstapt, dan is het vrij duidelijk, in een dergelijk cultuurhistorisch museum, dan is het vrij duidelijk dat je systematisch dezelfde themata ziet terugkeren. Ik weet nog goed, heel veel jaren geleden, toen ik met een vriend een van de eerste keren in het British Museum rondstapte, en die vriend was dan veel rapperbeu dan ik. En hij zei me, ja, ik heb het al gezien hoor. Het gaat altijd over hetzelfde. Het gaat altijd over dood en seks. En dat is dus eigenlijk juist. Hè. Als je in een museum rondloopt, een cultuurhistorisch museum, dat zijn ongeveer de twee themata waar je het mee kunt samenvatten. Er is nog een derde. Dat had hij niet onmiddellijk opgemerkt. Ook al omdat het meestal verweven is met die twee vorige. En dat derde thema is macht. Dus dood, seksualiteit en macht. Dat zijn zo de zaken die ons voortdurend aankijken in die schilderijen, in die artefacten en noem maar op. Het is bijvoorbeeld ook heel opvallend dat de heel eerste vormen van kunst die we kennen, daar bestaat natuurlijk discussie over en overmorgen kan er iets anders gevonden worden die dat dan weerlegt. Maar de oudste vormen van kunst die we gevonden hebben, die dateren uit het Paleolithicum, dus het vroeg steentijdperk, zo'n 250.000, 300.000 jaar geleden. Niet helemaal zeker wat het al de Homo sapiens is, waarschijnlijk wel, maar misschien ook niet. En de eerste beeldjes die we vinden, ik heb het dus niet over de rotsschilderijen, de eerste beeldjes die we vinden, die zullen jullie wel kennen, dat zijn die Venusbeeldjes. Jullie kennen dat, neem ik aan. Ja, die kleine figuurtjes tussen de 3 en de 5 centimeter groot, nagenoeg altijd zonder een herkenbaar gezicht. Het gezicht wordt niet uitgewerkt. Er is er eentje dat wel uitgewerkt is, Venus de Lespuge van Frankrijk, waar je een heel fijn gezichtje krijgt. Maar wat altijd opvalt, is de enorm geprononceerde borsten en billen en heel vaak ook zwanger. Dat zijn zo de oudste beeldjes die we vinden. En daar krijg je meteen seksualiteit en voortplanting en zwangerschap samen. Dat is de oudste kunst. Tweede, eigenlijk daaraan gekoppeld. Ik heb dat straks al gezegd, van goed, 200.000 jaar geleden, 300.000 jaar geleden. We zijn niet eens zeker of dat de Homo sapiens betreft. De jongste Venusbeeldjes zijn 40.000 jaar oud. De Venus van Willendorf bijvoorbeeld, dat is de meest bekende, die is 40.000 jaar oud. Dat is zeker al de Homo sapiens. Maar in die hele vroege periode, dus 300.000 jaar geleden, moeten we ook de vraag stellen, of stellen de archeologen zich ook de vraag, ja, vanaf welke datum kunnen we spreken over een mens?
Dat zullen jullie waarschijnlijk nog wel weten op grond van een of andere documentaire. Er zijn verschillende soorten hominoïden gevonden. De een lijkt al wat meer op de huidige mens dan de ander. Maar dat is dan zo de vraag van, ja, vanaf wanneer kunnen we eigenlijk spreken over een mens en onze betekenis van het woord? Daar kun je alleen maar over redeneren. Daar zijn nooit duidelijke argumenten voor. Maar er is één argument dat ik een heel mooi argument vind. Vanaf een bepaald ogenblik heeft men ontdekt dat die voorouders van ons hun medemensen begonnen te begraven. Dat er een graf werd gemaakt. En men weet zeker dat het graven waren en dat er bloemen bijgelegd werden. Dat is geen toevallig gat in de grond waar dat een lijk in terecht gekomen was of een toevallig begrafenis. Nee, vanaf een bepaald ogenblik, en dat is ook zo'n 300.000 jaar geleden, ontdekt men resten van lichamen waar bloemen naast gelegd zijn. Dus die zijn duidelijk begraven. Oh, dat vind ik eigenlijk wel een mooi argument. En ik denk niet dat er dieren zijn die een soortgenoot begraven en er bloemen naast gaan leggen. En dat blijkt min of meer overeen te komen met die periode. Dus dat zou dan kunnen dienen als illustratie voor die twee fundamentele thema's, seksualiteit en dood. Die Venusbeeldjes en dat graf. Als we dan dat derde thema gaan bekijken, letterlijk bekijken in een museum, de macht, ja, dan denk je natuurlijk aan alle oorlogstaferelen die je ziet, aan alle ja, imponerende producties, vaak architecturaal, om de macht te laten uitstralen. Zeker als het die architecturale producties betreft, zijn dat er ook nog eens bouwwerken in functie van de dood. Denk aan de piramides bijvoorbeeld, de mausolea. Dus op een of andere manier lijkt dat daar ook aan gekoppeld te zijn. Dus macht staat ergens in als derde punt tussen seksualiteit en dood. En dat is een soort vreemd drieluik. Voor dood hebben we schrik, allemaal. We willen het op een of andere manier beheersen. We willen er macht over uitoefenen. En het is daar dat seksualiteit ertussen komt fietsen. Want via seksualiteit kunnen we ook macht uitoefenen. Of denken we dat we macht kunnen uitoefenen. Je krijgt daar natuurlijk ook het verband met voortplanting. Wij veronderstellen dat we verder leven in onze kinderen. Dus dat is dan ook via seksualiteit. Dus je ziet dat er daar op een vreemde manier in dat drieluik van macht en agressie, want macht heeft te maken met agressie, en dat drieluik van macht en agressie, dood en seksualiteit, dat op een of andere manier gekoppeld ligt. Met andere woorden, we hebben te maken met de meest existentiële vragen. De meest existentiële vragen waar we geen antwoord op weten, waar de wetenschap ook geen antwoord kan op formuleren, en waar we wel antwoorden op willen hebben. En het feit dat we daar antwoorden op willen hebben en dat we die niet vinden, dat verklaart waarom we zaken uitgevonden hebben, zoals kunst en religie. Kunst en religie zijn bij uitstek twee symbolische systemen waarlangs we proberen greep te krijgen op datgene waar we eigenlijk geen greep op kunnen hebben. Waarlangs we macht proberen uit te oefenen op dood en op seksualiteit. Ik heb in het begin van mijn verhaal gezegd dat dood en seksualiteit, ik heb in het begin van mijn verhaal gezegd dat wij verdeeld zijn tegenover genot. Wel, die verdeeldheid tegenover genot heeft onder andere te maken, onder andere, met die koppeling tussen dood en seksualiteit. Op een of andere vreemde manier, we begrijpen het niet, op een of andere vreemde manier is er daar een koppeling tussen. En dat vind je in heel veel klassieke romantische verhalen. De twee meest bekende voorbeelden, Romeo en Juliet,
en Tristan und Isolde. Twee mythische, romantische verhalen over een koppel dat alle twee op dezelfde manier eindigt. Dood, eigenlijk moord en zelfmoord. Daar komt het op neer. Je moet dus nakijken naar de iconische liefdesverhalen, zoals die vandaag de dag in de filmwereld ook opgevoerd worden. Ook daar ga je bijna altijd die koppeling aantreffen. Een heel merkwaardig gegeven. Blijkbaar is er daar op een of andere manier een verband tussen. Als we even terugkeren naar de peetvader van de seksualiteit, met name Freud, dan is het vrij opvallend dat hij er heel zijn carrière over gedaan heeft om dat verband uiteindelijk toch naar voren te kunnen schuiven. Freud zal als een van de eerste, en een van de enige eigenlijk ook wel, een theorie uitwerken over de drift. En in eerste instantie krijg je daar min of meer wat je verwacht. Een drifttheorie over seksualiteit, hoe dat werkt, het verschil met de instinct, noem maar op. Hè. En dat is nogal, zo kun je het uitdrukken, geparticulariseerd. Want je zal verschillende invullingen aan die drift toekennen. Je spreekt dan ook over de zogenaamde partiële driften of de componentdriften. Je zal het dan koppelen aan verschillende vormen van perversies enzovoort. Goed. Maar het overkoepelende ontbreekt en de koppeling aan dood ontbreekt ook. Helemaal op het einde van zijn werk komt hij plots op de proppen met iets helemaal anders. Iets helemaal anders in vergelijking met zijn drifttheorie die hij tot dat moment had uitgewerkt. Maar op het einde heeft hij het over levens- en doodsdriften. Seksuele driften en agressiedriften zou je kunnen zeggen, maar hij benoemt ze niet op die manier. Hij benoemt ze als levens- en doodsdriften. En dan wordt er plots heel overkoepelend. En een van de opvallende dingen die je zal schrijven, is dat die twee, levensdrift en doodsdrift, dat die twee in normale omstandigheden gemengd optreden. Niet apart, gemengd. Seks en dood zijn op een of andere manier gekoppeld. Goed, even vooruitlopen, want anders lijkt het zo enigmatisch. Wat bedoelt Freud als het heeft over levensdrift en wat bedoelt hij als hij het heeft over doodsdrift? Want dat lijkt zo, ja, wat moet je daar eigenlijk u praktisch bij voorstellen? Wel, hij bedoelt daar simpelweg het volgende mee. Nou, wel, het woordje simpelweg is niet op zijn plaats. Hij bedoelt daar het volgende mee. Een levensdrift in Eros is gericht op versmelting, op samenbrengen. Als een soort algemeen principe, een algemeen motief. En doodsdrift is een ander algemeen principe of algemeen motief dat er lijnrecht tegenin gaat. Want doodsdrift betekent uit elkaar vallen, uit elkaar rukken, versplinteren. Het is niet zo moeilijk om dan de koppeling met seksualiteit te maken. Eros is gericht op versmelting, op de coitus, op het koppel dat één wil zijn. En Thanatos, de doodsdrift, is gericht op het individu. Het individu dat autonoom alleen wil staan. Maar Freud zal die twee basisdriften als algemene principes formuleren die eigenlijk overal aan het werk zijn. En er zijn nogal wat argumenten voor om dat inderdaad ook als dusdanig te gaan bekijken. Maar goed, terugkerend naar het idee van leven en dood, dat betekent dat in normale omstandigheden die twee gekoppeld liggen. Dat dat door elkaar loopt. En je ziet dat je dood hier ook metaforisch kunt begrijpen, dus niet alleen letterlijk. Dus we hebben eigenlijk al een eerste belangrijke vraag, want in onze indeling gaan we een aantal vragen formuleren. We hebben eigenlijk al een eerste belangrijke vraag, van waar komt die koppeling eigenlijk tussen seksualiteit, dood en macht? Hoe kunnen we dat op een of andere manier begrijpen? Hoe kunnen we ons weten daar rond construeren? Denk aan Foucault, la volonté de savoir, het willen weten. Denk ook aan die 4-5-jarige kinderen die ook al willen weten, die ook al op zoek gaan naar antwoorden daarop.
Wel, we waren aan het rondwandelen in een museum. En we hebben daar op alle mogelijke manieren afbeeldingen, uitbeeldingen, sculpturen, noem maar op, gezien die dergelijke themata en uitbeelden, verwoorden, beschrijven, noem maar op. Ja. En wij vinden dat vanzelfsprekend. Het meerdere van ons zal trouwens vroeg of laat ook dergelijke tekeningen maken of dergelijke uitbeeldingen, dank u, of dergelijke uitbeeldingen proberen op papier te brengen of vandaag de dag meestal digitaal. En dat is vreemd, hè? Waarom doen we dat? Hoe komt het dat wij bijna allemaal spontaan de neiging hebben om dat uit te beelden, om dat te representeren? Ook dat is zonder de minste twijfel een verschil met de andere dieren. Er zijn heel weinig dieren, er zijn er eigenlijk geen, bij mijn weten toch, die uitbeeldingen maken. En dan denken we natuurlijk in eerste instantie, als we het dan archeologisch gaan bekijken, aan die rotstekeningen en die grotschilderingen. Denk aan Altamira in Spanje, aan Pechmerle in het zuiden van Frankrijk. Sommigen hebben die misschien ooit gezien. Die zijn schitterend om te bekijken. Dat is de Sixtijnse kapel van de oudheid. Maar wat we vergeten, dat wordt meestal niet vermeld, dat is dat die grotten volstaan met hetzelfde soort graffiti dat je op de toiletten vindt in de middelbare school. Dat er piemels getekend worden en vagina's en dat soort toestanden. Dat wordt er meestal niet bij verteld. Die rotswanden staan daar letterlijk vol mee. Dus het zijn niet alleen de pubers van de middelbare school die dat soort dingen tekenen. Er is op een of andere manier een neiging, we zouden, als we in het jargon blijven, zelfs kunnen spreken over een onweerstaanbare aandrang om dit soort zaken te gaan uitbeelden, te gaan verbeelden. En wat we in de musea zien, dat zijn natuurlijk de stukken die beantwoorden aan de kanon, aan de verwachtingen van hogere kunst. Maar los daarvan is die neiging om het uit te beelden bij iedereen van ons aanwezig. Ook dat is zeer vreemd. Goed, maak nu eventjes de link met jullie belangrijkste seksuele activiteit. En dan moet je natuurlijk in eerste instantie de vraag stellen wat jullie belangrijkste seksuele activiteit is. Wat is de seksuele activiteit waar je meest tijd in doorbrengt? Dat is de fantasie. Dat is de fantasie waarin dat je allerlei dingen bedenkt, waarin dat je een aantal onder ons toch ook dingen voor u ziet. En het is vanuit die fantasie dat je dan een aantal dingen probeert in de praktijk te brengen. En je zult ondertussen al lang ontdekt hebben dat die praktijk nooit zo bevredigend is als datgene wat je uitgebeeld of gedacht hebt. Er is er altijd een kloof tussen. Dus dit is een tweede merkwaardig gegeven met betrekking tot de menselijke seksualiteit. Dat eerste was die koppeling tussen seks, dood en macht. Dat tweede is die noodzaak aan uitbeelding. De noodzaak om dat op een of andere manier buiten onszelf te brengen. Hoe komt het dat 250.000 jaar geleden een van onze verre voorouders het plots nodig vond om niet alleen een steenbeeld te maken? Je kent dat, die stenen die zo konisch afgeslepen worden om dat te gebruiken als een soort vuistbeeld. Hoe komt het dat een van onze voorouders 250.000 jaar geleden niet alleen een vuistbeeld wilde maken, maar ook een vrouwenbeeldje? En er zijn er heel wat geweest zijn. We hebben er een aantal gevonden, maar alleen al het feit dat we een aantal gevonden hebben, bewijst dat er heel wat meer moeten geweest zijn. Uitbeelding, verbeelding, het als het ware naar buiten brengen van die fantasie. Goed.
daartegenover een vaststelling die daar een beetje haaks op staat. Dus wat hebben we tot nu toe gezegd? We hebben een aantal vanzelfsprekende illustraties gegeven van het belang van seksualiteit en relaties in het algemeen. Die vanzelfsprekende illustraties, dat is datgene wat we in de musea vinden, dat is datgene wat we in ons eigen fantasieleven vinden. We hebben dat een beetje uitgebreid, we hebben daar die koppeling met dood en macht aan vastgemaakt. Ja. Een vrij centraal gegeven. Ook al verteld dat dit te maken heeft met existentiële vragen. Vragen waar we nooit helemaal antwoord op kunnen hebben. Nooit antwoord kunnen op formuleren. Liefde, seksualiteit en dood. Vandaar de koppeling aan kunst en religie. Allemaal, denk ik, min of meer vanzelfsprekend. Misschien met een paar nieuwe aanvullingen voor jullie, maar niet zo verrassend. Het verrassende komt op het ogenblik dat we de overstap maken naar het derde symbolisch systeem. Het derde na religie en kunst. Het derde symbolisch systeem is wetenschap. En symbolische systemen begrijp ik hier als onze, dus onze van de Homo sapiens, onze antwoordpoging, onze bemeesteringspoging van die existentiële vragen. Dat zijn manieren om daar greep op proberen te krijgen, op datgene wat we uiteindelijk niet zo goed begrijpen, of misschien zelfs helemaal niet begrijpen, vandaar die systemen kunst, religie en wetenschap. Seksualiteit en dood staan ontzettend centraal in de religie en kunst. In religie vaak op een verknipte manier, maar goed, het zat dan ook centraal. In wetenschap, en dat is nu de paradox waartoe ik wou komen, in wetenschap ontbreekt dat grotendeels. In wetenschap was er tot voor kort daar nauwelijks belangstelling voor. Nauwelijks officiële belangstelling voor. Dat blijkt trouwens ook al uit dit vak. Jullie worden opgeleid om als psychologen, klinisch psychologen, en eventueel nog een aantal andere beroepen die in de zaal kunnen zitten, om straks met mensen te werken. En wat de problemen die je bij die mensen zult ontmoeten, die zullen heel vaak te maken hebben met relaties, heel vaak te maken hebben met gender, heel vaak te maken hebben met seksualiteit. En ik krijg daar één vak over op het laatste jaar. Vreemde. En natuurlijk is er ook een medische kant van de zaak. En wat is de discipline die je zou moeten krijgen als toekomstig klinicus vanuit de medische kant? Dat is geen neurologie. Hè? Endocrinologie zou je moeten krijgen. Maar dat krijg je niet. Dit getuigt van een bepaalde blik. Een bepaalde blik op de mens, op een bepaalde mensvisie. De mens is een rationeel wezen. Dat gaat terug op Plato. Dat is dan nadien nog eens uitdrukkelijk versterkt door het christendom. De ratio is het hoogste goed. Het lichaam, en zeker alles van seksualiteit, ja, dat is vies. Hè. Daar gaan we ons niet mee bezighouden. En tot vandaag de dag hebben we de invloeden van dat denken. Dus je krijgt slechts een vak, je krijgt slechts uitleg over het meest centrale onderwerp dat je straks in de praktijk zult ontmoeten, op het laatste van je opleiding, in een heel beperkt vak. Dat is een vreemde paradox. Voor alle duidelijkheid, dat beperkt zich niet tot de psychologie of tot de menswetenschappen. Hè. In de medische wetenschappen is het hetzelfde. En de medische wetenschappen heeft het geduurd tot 1970, vooraleer de voorplantingsorganen wetenschappelijk medisch bestudeerd werden. Bestudeerd werden als seksuele organen. Men wist al een en ander over voorplanting, over bevruchting en zwangerschappen, dat soort zaken. En er bestond zoiets als een gynaecoloog.
Maar die ging niet bij een gynaecoloog voor seksuele problemen. Hè? Dat kwam daar niet ter sprake. Bij een gynaecoloog ging het over eisprongen, ovulaties, bevruchting, dat soort zaken. Punt. Je kan dat heel goed vaststellen als je naar de pendant gaat kijken voor de man. Bij de man had je niet het equivalent van een gynaecoloog. Je had eigenlijk alleen maar een dokter op het moment dat je plasproblemen had. Dan kon je naar een uroloog stappen. Want dat was dan meestal omdat er iets aan je prostaat mankeerde. En ongeveer geen enkele man wist wat de functie van een prostaat was. Een prostaat produceert het zaadvocht. Een meerderheid van de mannen weet dat zelfs niet eens. Dus je krijgt daar een heel merkwaardig iets. Het medische lichaam gelijkt heel sterk op de poppen waar een aantal onder jullie nog mee gespeeld heeft als je 4, 5 jaar werd. Poppen die seksloos zijn. Waar er geen geslacht aan gekoppeld is. Ondertussen hebben we anatomisch correcte poppen. Maar het meerdere van de poppen tot vandaag de dag geven een perfecte spiegeling weer van het medische lichaam tot de jaren 70. Seksloos. En de kennis over het lichaam als lustlichaam, als een seksueel functionerend lichaam, is eigenlijk zeer recent. Hoe lang geleden is het, denken jullie, dat men eigenlijk in de medische wereld zicht gekregen heeft op de clitoris? Enig idee? Een jaar of 5. Tot 5 jaar geleden was het algemeen idee dat de clitoris een uitwendig orgaan was. Nu weten we dat dat een heel complex orgaan is, dat ja, een vrij grote oppervlakte inneemt tegen de pelvis langs de binnenkant van het vrouwenlichaam. En dat op een heel complexe manier functioneert. Een meerderheid van de artsen die 10, 15 jaar geleden afgestudeerd zijn, weten dat niet eens. Dus je ziet, is raar, hè? Hoe komt dat? Dat dit tot vandaag de dag op een of andere manier buiten die wetenschap gehouden wordt. Dat dat daar niet in aan bod komt. Het heeft te maken, vermoed ik, met het onderwerp. En het heeft te maken met dat existentiële. Wetenschap wil antwoorden geven. Wel, als er nu één punt is waar we geen antwoorden kunnen opgeven, dan is het net seksualiteit. Samen met dood. Dood kunnen we nog min of meer beschrijven. Seksualiteit kunnen we ook wel tot op zekere hoogte beschrijven. Maar het wordt niet gevat. Het wordt niet gevat. Ik doe mij denken aan een anekdote van de Lucien Israël. Lucien Israël is een collega die al een aantal jaar geleden overleden is. Hij was toen dik in de 80. Een psychiater, psychoanalyticus, prof van de Universiteit van Straatsburg. En hij gaf onder andere seksologie aan de artsen. Hij moest hen daar wat wegwijs in maken. En de anekdote die hij vertelde was het volgende. Het speelt zich af in de jaren 70, dus de seksuele revolutie. Seksuele revolutie die in heel veel gevallen neerkwam op voorlichting. Want mensen wisten nauwelijks hoe hun lichaam functioneerde. En de anekdote gaat als volgt. Een vrouw die op consultatie komt bij de huisarts. En de vrouw is anorgastisch. Frigide, zoals het in die tijd heette, slaagt er dus niet in van aan een orgasme te geraken. Die huisarts geeft voorlichting aan het koppel. En een paar weken nadien komt de vrouw terug op consultatie. En zegt van ja, het is gelukt, ik ben klaargekomen. Huisarts heel content, zie je wat, het is gelukt. En zegt ze, ja, nu wil ik niet meer vrij met mijn man. Vanaf nu wil ik niet meer. Huisarts snapt er niets van. Niets. Wat is er daar bezig? Ik bedoel, het probleem is opgelost en de oplossing wordt geweigerd. Ja. Je ziet daar hoe een medisch denkmodel, probleem, oplossing, niet werkt op het ogenblik dat je te maken hebt met problemen die het puur functionele lichaam te buiten gaan. Het gaat niet meer over het functionele lichaam. Het gaat over een lustlichaam. Een lustlichaam waarbij op zijn zachtst uitgedrukt een verdeelde houding tegenover innemen. Dat lichaam, of bepaalde delen van dat lichaam, willen soms dingen die ik niet wil. En ik wil soms bepaalde dingen die dat lichaam blijkbaar niet wil. En je moet er dan mee proberen overeen te komen.
Wel, die anekdote is daar een heel mooie illustratie van. En ook van het onbegrip, hoe het medische, wat overigens een heel krachtige wetenschap is, ook technisch gezien, hoe het medische daar eigenlijk geen antwoord kan op geven, omdat het net dat technische te buiten gaat. Goed, we gaan daar later nog wel even op terugkeren, op de geschiedenis, hoe dat zowel binnen de medische wetenschap als binnen de psychologie dan uiteindelijk toch binnengeraakt is als onderwerp en hoe recent dat dat ook is. Maar vooraleer we daar naartoe gaan, eerst even blijven stilstaan bij dat ontbreken ervan. Hoe komt het dat dit onderwerp, zowel in de psychologie als in de medicijnen, tot nog niet eens zo lang geleden blijkbaar een taboe onderwerp was? Het antwoord daarop, dat zal voor jullie generatie misschien ietsje van minder vanzelfsprekend zijn, maar het antwoord daarop zal heel snel in de volgende richting gaan. Het feit dat dat onderwerp ontbrak in die disciplines heeft alles te maken met de dominantie van de religie. Dat heeft te maken met de dominantie van het religieuze vertoog. In het Westen is dat dan hoofdzakelijk het christelijk vertoog. Dat heeft te maken met het religieuze vertoog waarbinnen seksualiteit volledig verboden was. Goed, even bij stilstaan. Klopt dat? Ja, tot op zekere hoogte, ja. Ja. Ja, dus de opmerking loopt een beetje vooruit op datgene wat ik wil zeggen, maar dan min of meer op een andere manier. Dus de opmerking, ik ga het eventjes formuleren voor wie het niet gehoord mocht hebben. Religie zou verbiedend zijn voor seksualiteit, maar terzelfde tijd is het ook gebiedend, omdat er in de Bijbel staat van haat en vermenigvuldigt u. Dus daar zie je dan dat seksualiteit plots verschijnt onder de vorm van een gebod. Het idee dat religie alleen maar repressief zou zijn voor seksualiteit, klopt inderdaad niet, daar geef ik u gelijk. Het eerste seksboekje dat eeuwenlang gebruikt werd, was simpelweg het Oude Testament. Dat staat vol met seks. Dat is trouwens ook vol met macht en dat soort zaken. Het is dezelfde paradox zoals Michel Foucault opmerkte in zijn studie van het Victoriaanse tijdperk. Dus het Victoriaanse tijdperk, grosso modo tijdperk van Freud zou je kunnen zeggen, 1880, 1920. Het heeft nog ietsje langer geduurd, het Victoriaanse tijdperk heeft zeker tot 1950 geduurd. En wat zegt Foucault over dat Victoriaanse tijdperk? Waar algemeen van gezegd wordt dat seksualiteit compleet verboden was en compleet onbespreekbaar was. Wat zegt Foucault daarover? Ze deden niets anders dan roepen dat ze er moesten over zwijgen. En in Wenen, de Victoriaanse stad bij uitstek, was er gemiddeld één bordeel per straat. Moet ik je proberen voor te stellen, ik weet niet hoeveel straten dat er in Gent zijn, dan zou je evenveel bordelen hebben als dat er straten zijn. Dus je krijgt daar een zeer eigenaardige paradox. Het is zogezegd verboden, maar door het feit dat het verboden is, is het overal aanwezig en eigenlijk zelfs zichtbaar aanwezig. De kunst waar ik het daar straks over had, vanaf een bepaald ogenblik, is die kunst hoofdzakelijk religieuze kunst natuurlijk. Hè. En dan zou je ervan uitgaan dat in die religieuze kunst, dat seksualiteit daarin ontbreekt. Dat is niet het geval als je ooit eens iets interessants wil lezen daarover. Camille Paglia, een boek, oorspronkelijke titel in het Engels, Sexual Personae, in het meervoud, Nederlands vertaald het seksuele masker. Waarom vermeld ik dat? Omdat zij in dat boek uitdrukkelijk aantoont dat religieuze kunst een
erotische kunst is van hier tot Ginder. Maar dat je moet leren een beetje de codes zien. Nu, waarom ik het eigenlijk aanraad, ik ben aan het glimlachen als ik het aan terugdenk, dat is omwille van haar inleiding. Het is een inleiding die geschreven is met stiletto's, zou je kunnen zeggen. Het is van een vlijmscherpe ironie en een vlijmscherpe humor. Ik zat dat boek te lezen in een openbare ruimte. Ik weet niet meer wat het op de trein was of in een, weet ik veel waar, maar ik zat in ieder geval ergens in een publieke ruimte. En ik werd op een duur bekeken als een hek, omdat ik voortdurend naar lachen uitbarstte. Het is van die aard. Het is zelfs niet meer glimlachen dat je doet, je begint echt luid op te lachen. Ze heeft een heel scherp observatievermogen en een uiterst scherpe pen. De rest van het boek is ietsje minder amusant. Je moet al belangstelling hebben voor die religieuze kunst, om dat dan ook nog erbij te nemen. Maar die inleiding doe je zelf een plezier. En vroeg of later lees dat dus. Dus goed, ook dat sluit eigenlijk aan bij de opmerking van uw collega daarstraks. Religie en onderdrukking van seksualiteit, ja, klopt eigenlijk niet. Hè. Het is er wel voortdurend in aanwezig. En toch zal iedereen op een of andere manier ook wel aanvoelen dat die religie zeer sterk onderdrukkend werkt. En dat moeten we even meer in detail gaan bekijken. Overigens, het gaat niet alleen over het christendom. Hè. We hebben het over de westerse godsdiensten. En die worden traditioneel benoemd als de godsdiensten van het boek. En het boek, dat is dan het Oude Testament. En de drie godsdiensten van het boek, dat is dan het christendom, het jodendom en de moslim. En de twee jongere versies, de oudste versie is het jodendom, de twee jongere versies, het christendom en de moslim, hebben er elk een boek aan toegevoegd. Voor de christenen het Nieuwe Testament, voor de moslim de Koran, maar de basis blijft het Oude Testament. Moslimgelovigen en christenen zullen dat niet graag horen, maar ze zijn eigenlijk alleen maar varianten op de Joodse godsdienst. Theologisch gezien kun je dat heel gemakkelijk hard maken. En dan kunnen we een gemeenschappelijk element onderkennen. Een gemeenschappelijk onderment, dat gemeenschappelijke element dat ontzettend belangrijk is en dat voor een flink stuk die verklaring zal bieden waarom wij dat onderdrukkende, dat repressieve in die westerse godsdienst kunnen herkennen. En dat is de houding tegenover de vrouw en tegenover de vrouwelijke seksualiteit. Daarover gaat het. De positie van de vrouw in het christendom, in de moslim en in de Joodse godsdienst is grotendeels gelijk. Helemaal onderaan, zonder macht. Daar komt het zo ongeveer op neer. In het christendom kennen we dat niet meer, omdat wij in grote mate geseculariseerd zijn. We vergeten ook heel snel. En soms is het wel goed van een aantal dingen te vergeten. Maar soms is het ook naïef als je te snel dingen vergeet. De Vlaming van 1970... Dat is niet zo lang geleden, dat zijn jullie grootouders. De Vlaming van 1970 lijkt zeer goed op de moslimgelovigen van vandaag. De vrouwen zaten ook links in de kerk, ze mochten niet op dezelfde plaats zitten als de mannen. Heel veel van die vrouwen droegen trouwens een sjaaltje, een hoofddoek. Vrouwen moesten aparte onderwijs hebben. Vrouwen hoefden niet te studeren, enzovoort. Dus je kan heel veel kenmerken terugvinden. 50 jaar geleden bij ons, die je vandaag de dag in de moslimgodsdienst en trouwens ook in de Joodse godsdienst blijft terugvinden. En dat gaat allemaal terug op die oorspronkelijke geschiedenis. Dat vertrekt bij het scheppingsverhaal, waarschijnlijk nog wel bekend bij jullie, de Adam en Eva. Gemaakt door God, leefden in het paradijs tot Eva het zo nodig vond van de verboden appel niet te plukken, was werd die aangeboden door een slang, door te bijten in de verboden appel. De appel waarvan God zegt dat daar moet vooral afblijven, dus daar beet ze dan toch maar in. En door die overtreding werden ze uit het paradijs weggejaagd. Goed, de schuld van de vrouw, de zondeval en zitten zitten we met de gebakken peren, misschien zou ik beter zeggen de gebakken appels, gezien de context. Maar goed, nog even jullie geheugen opfrissen.
toch bij diegenen die het verhaal nog kennen. Wie kent er dat verhaal? Nog even kijken. Oh, dat is ondertussen dus al grotendeels verdwenen. Amai, dus het gaat zeer snel. Dus goed dat ik het even toch vertelde. Dus dan is het niet jullie geheugen opfrissen, maar gewoon kennis bijgeven. De appel waarin gebeten werd, van welke boom kwam die? Dat was de appel die kwam van de boom der kennis. En als ze van die appel aten, zouden ze ook kennis verwerven. En dat mocht niet. Dus je krijgt daar een heel vreemde combinatie. Wanneer zit je in het paradijs? Als je in onwetendheid leeft. Wanneer vliegt je uit het paradijs? Als je kennis opdoet. Dus dat was de inzet. Kennis. En kennis was verboden. Het is antropologisch gezien ontzettend interessant om dat verhaaltje, dat scheppingsverhaal, grondig te bekijken. En dat is hoop en al een halve bladzijde. Dus je denkt dat je daar een boek krijgt, dat is een halve bladzijde in Genesis. Niet meer dan dat. Net zoals de Apocalyps, dat is het andere uiterste, maar goed, daar gaan we het nu niet over hebben. Dus de vrouw is basis van de zondeval. En het is bovendien, en dan gaan we weer naar dat scheppingsverhaal, het is bovendien de vrouw die de man verleid heeft. Die de man verleid heeft om, in die appel, om ook in die appel te bijten. Dus zij is de schuld van alles. En de eerste kennis die ze hadden na het bijten in de appel, was dat ze zagen dat ze naakt waren en ze moesten zich bedekken. Voordien was dat blijkbaar geen probleem. Goed, dus de onderdrukking van de seksualiteit is, en dat is dus hoop en al tot 50 jaar geleden het geval geweest, tot vandaag de dag vinden we ook daar nog de sporen van, de onderdrukking van de seksualiteit is per definitie de onderdrukking van de vrouw, de onderdrukking van de vrouwelijke seksualiteit. Het is daar dat van alles moet onderduims gehouden worden. We kunnen daar dan onmiddellijk het idee van het patriarchaat aan koppelen natuurlijk, en dat is ook terecht. Dat is dan het maatschappelijke systeem. En dit is grotendeels verdwenen bij ons, maar het is nog verre van helemaal verdwenen. Hè. Toen ik deze ochtend toekwam, keek ik, en dat doe ik wel vaker, als ik de parking binnenrij hier aan het faculteitsgebouw, kijk ik met een glimlach naar dat verkeersbord dat op het fietspad staat. Dat hebben jullie allemaal al honderden keer gezien, maar heb er nog nooit op gelet, omdat het gewoon deel uitmaakt van jullie iconische wereld. Maar heb er nog nooit bij stilgestaan wat erop staat. Ja. Dat is die driehoek die verwittigt voor het zebrapad dat er kinderen kunnen oversteken. Dat kent je dat beeld? Ja. Wat staat er op dat beeld? Probeer het nu een keer voor u te zien. Er staan twee kinderen op. Hè? Zie je het voor u? Welke kinderen? Een groter jongetje en een klein meisje. En het klein meisje wordt bij de hand gehouden door het jongetje. Wat ziet je in de realiteit? Exact het omgekeerde natuurlijk. Maar dat is een typische illustratie, een iconische illustratie van het patriarchaat. Het kleine meisje en de grotere jongen. Het zal niet lang duren of die beelden zullen ook uit het straatbeeld verdwijnen en eigenlijk terecht. Want dat getuigt van een bepaalde machtsvisie, een bepaalde visie van de verdeling van verhoudingen. Dus het zijn dat soort zaken die eigenlijk langs alle kanten iets uitdrukken. Dat is de iconografie van bepaalde ingesleten maatschappelijke verhoudingen. Dus als je straks met je fiets nog een keer passeert, dan gaat je dat bord denk ik nu op een nieuwe manier bekijken in vergelijking met vroeger. Goed, even terug de lijn van mijn betoog opnemen. We waren vertrokken bij de vraag van hoe komt het dat die seksualiteit niet aan bod komt in de menswetenschappen, niet aan bod komt in de medische wetenschappen, of ruimer gezegd, hoe komt het dat seksualiteit als zo'n belangrijk onderdeel van elk mensenleven zo
zwaar onderdrukt is. Het eerste antwoord was religie, de dominante westerse religies. Maar bij nader inzien bleek dat toch niet helemaal te kloppen, want de repressie die we bij die religies aantreffen, die betreft hoofdzakelijk maar de helft van de bevolking. En van daaruit natuurlijk ook wel die andere helft, maar er is toch een heel duidelijke accentverschuiving. Goed, dus die verklaring klopt niet. En dat blijkt ook uit het volgende. Want mocht die verklaring kloppen, dat die onderdrukking van de seksualiteit alleen maar met dat religieus vertoog te maken zou hebben, ja, dan zou dit vandaag moeten verdwenen zijn. Jullie zijn ondertussen ongeveer de tweede generatie die in een min of meer geseculariseerde samenleving opgegroeid zijn. Dat bleek ook al uit het feit dat ongeveer niemand nog dat Bijbelverhaal kent. En dat zou dan moeten betekenen dat wij nu de droom kunnen realiseren die in de jaren 70, de periode van de seksuele revolutie, naar voren geschoven werd. En die droom was de volgende, of die verwachting was de volgende. Seksualiteit, waar mensen in de jaren 70 ontzettend veel problemen mee hadden. Seksualiteit, daar hebben wij problemen mee. Ik spreek nu met naam van mensen van 1970. Daar hebben wij problemen mee op grond van die maatschappelijke repressie. Op grond van die cultureel-religieuze repressie. Als die wegvalt, dan treden we het seksuele paradijs binnen. Als die wegvalt, dan zullen onze problemen op dat vlak opgelost zijn. Meer nog, dan zullen wij eindelijk in staat zijn om een natuurlijke seksualiteit te beleven. Want onze spontane, natuurlijke seksualiteit, ik spreek nog altijd in naam van de jaren 70, onze spontane, natuurlijke seksualiteit, die wordt alleen maar belemmerd door die externe maatschappelijke, hoofdzakelijk religieuze inperkingen. Pak dat weg en iedereen wordt op dat vlak plots normaal, normaal, natuurlijk. Dan zouden jullie daar het voorbeeld van moeten zijn. Dus jullie seksualiteit zou compleet probleemloos moeten zijn en compleet natuurlijk. Ik ga jullie niet vragen wat het geval is. Ik weet het antwoord. Het doet mij denken aan een anekdote uit mijn studententijd. Dat was in de late jaren 70. En zoals elke student was ik toen ook in de ban van dat soort ideeën. En ik ging met mijn toenmalig lief naar de studentenarts om contraceptiva te krijgen, want die kon je niet krijgen. Je moest bij een arts gaan om dat voorgeschreven te krijgen. En dat was een vrouwelijke arts in het studentencentrum hier in de Willem Tellstraat. En die raadde de pillen aan. En ik vond dat eigenlijk, ik was daar een beetje tegen, ik vond dat niet natuurlijk. En die vrouw zei, meneer, als je natuurlijk wilt doen, mocht je wijfje één keer per jaar bespringen, in het najaar, en zal u elke zomer een jong werpen. Dus dat is natuurlijke seksualiteit. Ik was zeer snel genezen van mijn idee van natuurlijke seksualiteit. Wij hebben geen natuurlijke seksualiteit. Dat is de vaststelling waar we niet buiten kunnen. Natuurlijke seksualiteit is voortplanting. Punt. En er zijn maar heel weinig diersoorten, er zijn er een paar, er zijn maar heel weinig diersoorten die op een bijna constante basis bezig zijn met seksualiteit zoals wij. In de overgrote meerderheid van de gevallen beperkt seksualiteit bij de dieren zich simpelweg tot voortplanting. En dat, is een heel dat neemt een heel beperkte tijdsfragment in van hun leefwereld. Bij ons niet. En bij ons, dat is trouwens ook de reden waarom Freud de overstap gemaakt heeft van instinct naar drift. Bij ons gaat het over iets anders. Het gaat niet over een natuurlijke seksualiteit. Die bestaat niet. En nu even terugkeren naar dat argument van religie. Religie als belangrijkste verklaring waarom er een eeuwenlange repressie zou geweest zijn. Vooral duidelijkheid, die is er geweest. Hè, en die is er tot vandaag de dag nog altijd. Laat ons wel wezen, we gaan dat nu niet gaan minimaliseren, die is er wel. Maar
Het andere, het idee van de natuurlijke seksualiteit, klopt niet. Als we nu even antropologisch gaan kijken, dan straks, zullen we daar de historische figuur van vermelden, de eerste antropologische studies. Maar als we antropologisch gaan kijken, wat kun je dan vaststellen? Je kan dan eigenlijk antropologisch een argumentatie opbouwen voor een van die fameuze uitspraken van Jacques Lacan, met name de uitspraak van il n'y a pas de rapport sexuel, er is geen seksuele verhouding. Waarmee die man natuurlijk niet bedoelde dat er geen seks zou plaatsgrijpen. Er wordt overal seks aan seks gedaan. Wat hij daarmee bedoelde is, er ligt geen bepaalde seksuele verhouding klaar. Er is geen eenduidige seksuele verhouding. En dat kun je heel mooi afleiden uit die antropologie. Als je verschillende maatschappijen gaat bestuderen, geografisch of historisch, dan kun je vaststellen dat de verhoudingen op seksueel vlak, tussen mannen en vrouwen, maar ook tussen de verschillende genders, als tussen de verschillende leeftijden, dat die in verschillende maatschappijen en op verschillende plaatsen totaal, maar totaal anders kunnen zijn. Maar er is één gemeenschappelijk punt, ondanks al de verschillen. Er is geen enkele maatschappij waar seksualiteit niet onderworpen is aan een regelsysteem. Dat is overal aanwezig. En je kunt zelfs nog een stap verder gaan, de zogenaamde primitieve maatschappijen, waar men in eerste instantie van dacht dat seksualiteit daar veel vrijer was dan bij ons. Dat was zo de illusie van de kolonialen en de illusie van de missionarissen, dat seksualiteit in Afrika en in Azië veel vrijer was dan bij ons. Het was niet veel vrijer, het was anders. En als zij dachten dat het vrijer was, was omdat ze daar niet het equivalent aantroffen van het westerse huwelijk. Dat bestond er inderdaad niet. Maar in die zogenaamde primitieve maatschappij is de regelgeving rond seksualiteit vaak veel strenger en veel complexer dan in zogenaamde westerse maatschappijen. Dus dat is het merkwaardige. Maatschappij betekent onder andere regulering van seksualiteit, regulering van genderverhoudingen. En regulering kan je begrijpen als inperking. Dus religie is daar maar één voorbeeld van. Weliswaar een extreem voorbeeld, en bovendien ook een extreem seksistisch voorbeeld, omdat het zich hoofdzakelijk op de vrouw ging aan toespitsen, maar het is slechts een uitvergroting van iets wat we in alle maatschappijen kunnen aantreffen. Er is altijd een systeem van regulering. En dat betekent dat we hier botsen, en daar gaan we mee eindigen we de pauze, dat betekent dat we hier botsen op iets wat we eigenlijk kunnen toevoegen aan het lijstje van wat we niet begrijpen. We hadden al die combinatie tussen dood, seksualiteit en macht, wat dan die uitbeelding. Wel, wat we nog aan dat lijstje kunnen toevoegen, dat is de koppeling tussen lust en de wet. En ik gebruik uitdrukkelijk die twee abstracte uitdrukkingen. Lust in de ruime betekenis van het woord, dat gaat niet alleen over seksualiteit in de engere betekenis van het woord. En wet gaat niet alleen over regulering, het is ook ruimer, de moraal, de zeden en de gewoonten, de normen. Er is een koppeling tussen lust en wet. Het idee van een natuurlijke seksualiteit, die spontaan oprijst, die op een of andere manier, ik weet niet hoe dat ik het zou moeten uitdrukken, vanzelf komt, dat is een illusie. Waarvan ik vermoed dat je die ondertussen al lang niet meer hebt. Maar goed, toch even naar voren schuiven. De andere kant daarvan. Er is blijkbaar een intrinsieke koppeling, een inherente koppeling tussen lust en wet. Een kwartiertje onderbreken, dan hernemen we.
Goed, we waren aanbeland bij toch wel een verrassende koppeling. Een koppeling tussen regelgeving en seksualiteit, tussen wet en lust. En voornamelijk waren we aanbeland bij de vaststelling dat die koppeling universeel is. We hebben die eigenlijk al even aangegeven in dat mythisch oorsprongsverhaal. Elk verhaal over oorsprong is mythisch, zonder uitzondering. Wat dan over de oorsprong van het leven gaat, of de oorsprong van het heelal, of de oorsprong van seksualiteit, is altijd mythisch. Dus we hebben alleen maar dat soort verhalen daarover, ook in de wetenschap. Maar opvallend in dat mythische scheppingsverhaal is dat seksualiteit en lust ontstaat wanneer de wet overtreden wordt. Het is pas op het moment dat ze buiten het paradijs vliegen dat die lustdialectiek tot stand komt. Goed, nu even los van moraal, maar dat is natuurlijk niet los van, integendeel, maar zo gezegd los van moraal, denk even na over de zaken waar jullie lust aan beleven. In de ruime betekenis van het woord, dus niet alleen seksueel. Denk even na over de zaken die je echt lustvol vindt. Probeer een keer een aantal voor jezelf in gedachten op te sommen. Ik hoop dat je er toch een paar vindt. Wel, onafhankelijk van wat je gedachten hebt, dat zal bij het meerdere van jullie min of meer hetzelfde zijn hoor, maar onafhankelijk van datgene wat je gedacht hebt, datgene wat je lust aan ervaart, dat is ofwel verboden, ofwel immoreel, ofwel ongezond. En meestal een mengeling van die drie. En het immorele, het ongezonde, of het verbodene zit in het excessieve dat erin vervat ligt. In het transgressieve, in het overschrijden daarvan. Het is nooit genoeg, het moet altijd meer zijn. En daar zit dat aspect wat het verbod zich dan op gaat richten. Goed. Maar nu gaan we nog een stap verder. We hebben dus een koppeling tussen lust en verbod. Ja? En als je daar naïef over nadenkt, en heel veel mensen denken daar inderdaad naïef over, als je daar naïef over nadenkt, dan zou je tot de volgende slotsom kunnen komen. Ja, verbod is blijkbaar nodig, op een of andere manier. Dat zit er ingebakken, waarschijnlijk omwille van dat excessieve. Maar goed, dan moeten we er toch voor zorgen dat het verbod niet te sterk is. Dan moeten we een pleidooi houden voor een grotere tolerantie. Moeten we een pleidooi houden om het verbod, dat vroeger zo excessief was, om dat verbod eigenlijk geringer te maken. Ja. Dat is zo, denk ik, een redenering die een aantal onder jullie zal maken. Er mag wel een beetje verbod aan gekoppeld zijn, maar toch liefst niet te veel. Wel, dat is een ontzettend naïeve redenering. Waarom? Hoe hoger het verbod, hoe groter de lust. Daar is even bij blijven stilstaan. Hoe sterker het verbod, hoe hoger de lust. Datgene wat toegestaan wordt, datgene wat gemeengoed geworden is, levert eigenlijk weinig lust op. En als er een stuk een verbod op ligt, verhoogt het genot dat men eraan beleeft. Het transgressieve en het lustvolle van een bepaalde activiteit, dat kan een handeling zijn, maar dat kan ook denken zijn. Het transgressieve en het lustvolle van een bepaalde activiteit, dat is op een bepaalde manier gekoppeld. Een maatschappij die alles toestaat, is een maatschappij waar lust grotendeels uit verdwenen is. En dit is helaas een situatie waar wij ons voor een stuk in bevinden. Toch een deel van de bevolking, niet iedereen. We hebben zodanig veel mogelijkheden tot genot, dat het op het randje af vervelend wordt.
Ik heb er in de tijd ooit een uitdrukking voor gemaakt. Ik had het over depressief genot. Dat is eigenlijk een antinomie. Hoe kun je die twee woorden nu koppelen? Wel, die uitdrukking die ik op een verloren moment gelanceerd had, is onmiddellijk opgepikt geworden. En is als het ware een soort geëikte term, een geëikte uitdrukking geworden. Het depressieve genot dat wij ervaren. En dat heeft te maken met het verdwijnen van dat verbod. Je kan eigenlijk de vergelijking maken tussen erotiek en pornografie. In pornografie zit er niets meer van verbod. Alles is letterlijk open en bloot. En dat is van een verregaande verveling. Ik bedoel, je kunt daar uit nieuwsgierigheid eens naar kijken. En af en toe ga je misschien eens opnieuw gaan kijken. Maar iedere keer moet je opnieuw tot dezelfde vaststelling komen van eigenlijk is dat vrij vervelend. Wat is erotiek? Erotiek is juist iets wat uitstelt. Wat verbergt. Wat speelt met een bepaalde vorm van macht en een bepaalde vorm van verbod. En dat is prikkelend. Er zit daar een soort cultuur aangekoppeld. Ja. En die cultuur, dat kun je vrij sterk gaan veralgemenen. Want als je die cultuur aantreft op het vlak van die erotiek, in een bepaalde cultuur als gegevenheid, dan zult je dat ook op andere vlakken binnen die cultuur aantreffen. Ja. Dan even een paar voorbeelden geven. Waar vind je het meeste porno? Nederland, Groot-Brittannië en Duitsland. Hè. Ik ben al een keer naar een Duits restaurant geweest. De Duitse cultuur, de hedendaagse Duitse cultuur bedoel ik dan. Goed, vergelijk een keer met de Italiaans. Italiaanse keuken, Italiaanse kunst en de Italiaanse erotiek. Dat is iets helemaal anders. Hè? Ik weet nog goed, in Groot-Brittannië, op een bepaald ogenblik, na die seksuele revolutie, werd alles wat vroeger verboden was, plots verplicht. En er was een Britse collega die zei van, wij zijn eindelijk ook een erotisch land geworden. Dat was zo de periode waarin dat geplot zijn, al die telefooncabintjes in Londen, de foto's van halfnaakte vrouwen, zag mijn telefoonnummer, dus prostitutie en bordelen langs alle kanten. En de commentaar van die collega, we zijn eindelijk ook een erotisch land geworden. Er was een Franse collega mee, en die Franse collega zei van, nee, we zijn een pornografisch land geworden. Dat is geen erotiek. Dat is iets anders. Dat is het verschil tussen het spelen met het verbod, het spelen met een beperking, het spelen van uitstel, het spelen van alles of niets, en het compleet wegvallen van een verbod, het compleet wegvallen van de regulering. En je ziet dat als dat laatste gebeurt, dat het genot ook in een groot aantal gevallen sterk zal dalen. Goed, dat is een zeer merkwaardig gegeven, hè. Hoe komt dat? Ik heb er geen antwoord op hoor, maar af en toe moet je durven iets opmerken zonder dat je het begrijpt. Al is het maar om dat open te houden en al is het maar om niet te vervallen in naïeve oplossingen. En in dit geval is de naïeve oplossing het wegvegen van elk verbod. Daarmee ben ik ongeveer rond wat mijn inleiding betreft, denk ik. Ja. Dus we hebben een aantal vragen die we hieruit kunnen distilleren, vragen die we niet echt zullen beantwoorden, maar die telkens berusten dan toch op een bepaalde vaststelling. Dat is eigenlijk een omkering van een vaststelling. Dat eerste was dat drieluik, een leven van Eros, Thanatos en macht. Een tweede was dan die uitbeelding, het feit dat we het altijd willen uitbeelden, willen representeren, op welke manier dan ook, want er zijn heel veel verschillende vormen om het te gaan uitbeelden. En de laatste vaststelling en de vraagstelling, de laatste vaststelling is die koppeling tussen lust en wet, en meteen ook een vraag van hoe komt dat, dat dat blijkbaar op een of andere manier nodig is. Goed, we gaan nu in het volgende stuk. Dus dat was de inleiding. Waar nu in het eerste deel, en dat zal ik ook nog volgende college verder moeten afwerken, want dat kom ik vandaag niet meer rond. We gaan nu eens kijken naar de
historische context van de seksologie, van dit vak. En we gaan eens kijken wat er de laatste 100 jaar op dat vlak allemaal veranderd is. Want er is ontzettend veel veranderd. De laatste 100 jaar en zelfs de laatste 25 jaar. En je moet die context zien om de hedendaagse problemen te kunnen begrijpen en om die dan ook meteen in die ruimere evolutie te kunnen situeren. Om maar één voorbeeld te geven, het vak zoals dat oorspronkelijk gedacht werd en gedoseerd werd, had als benaming seksuologie. Seksuologie en, denk ik, seksuele problemen. Ik denk dat dat er toen al bij vermeld werd. Vandaag spreken we over gender studies. En wat het lemma seksuele problemen wordt er nog aan toegevoegd, maar in het meerdere van de gevallen vermelden we dat zelfs niet eens meer. We hebben het over gender studies. Dat is geen toeval. Er is de laatste 25, 30 jaar uitdrukkelijk een verschuiving gebeurd. Een accentverschuiving. Niet dat er geen seksuele problemen meer zijn. Seksualiteit is altijd disruptief. Maar wel dat we nu veel meer problemen hebben op het vlak van gender. Hoe moet je dat begrijpen? Toen het vakgebied oorspronkelijk als vakgebied ontstond, in 1970, dat is ongeveer de periode, kort na de seksuele revolutie, toen dat vakgebied ontstond, hadden wij in het Westen, hadden wij nauwelijks genderproblemen. Nauwelijks. Er was ongeveer niemand die zich de vraag stelde, wat is een man? Er was ongeveer niemand die zich de vraag stelde, wat is een vrouw? Homoseksualiteit, daarvan wisten we dat het bestond. Maar sommigen onder ons kenden zelfs een echte homoseksueel. We moesten al een tijdje zoeken om erin te vinden. Maar we hadden eigenlijk geen problemen op het vlak van gender. We hadden problemen in bed, daar wel. En dus daar ging dat vak dan ook over. En dat was dan wel een vreemde figuur in Parijs, die zei dat de vrouw niet bestond, la femme n'existe pas, maar die beschouwden we als een vreemde figuur, want het was toch duidelijk dat er wel vrouwen waren, net zoals dat er mannen waren. Ja. Goed, 50 jaar later weten we niet meer hoe we een genderidentiteit moeten invullen. En hebben we allang het binaire model verlaten. En zitten we plots met een heel nieuwe maatschappelijke ordening en met heel nieuwe vragen. Dat heeft te maken met die evolutie van de laatste 30 jaar. En die genderproblemen die staan hoger op de agenda dan de seksuele problemen die er wel bij horen. Maar die dan toch blijkbaar minder belangrijk geworden zijn. We gaan in dat historisch overzicht de laatste 100 jaar bekijken. Grosso modo de laatste 100 jaar. Ja. Waarom de laatste 100 jaar? Wel, ik laat wat soms wel eens de eeuw van de seksuologie genoemd wordt, dat is dus de vorige eeuw, de huidige eeuw zal misschien die van de genderstudies worden, ik laat de eeuw van de seksuologie van start gaan in 1905. Waarom 1905? Dat is het jaar waarin Freud een klein boekje publiceerde, met als titel Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie. Drie verhandelingen over de theorie van de seksualiteit. Ja. Dus een klein boekje. En dat boekje sloeg in als een bom. Dat is denk ik een van de redenen waarom Freud vanaf het begin verketterd geworden is. Als je dat boek nu leest, eerst al had het alleen maar lezen als je het moet lezen. En als je het leest, ja, dan gaat u afvragen van, ja goed, wat is er dan nu zo spectaculair aan? Op een aantal punten is het zelfs zeer ouderwets, want je zal zien dat bepaalde seksuele activiteiten die wij ondertussen als normaal beschouwen, bijvoorbeeld orale seksualiteit, je zal zien dat dat in dat boek nog bij de categorie van de perversie gerekend wordt. En zo'n aantal andere dingen. Dus wij zien niet meer waarom dat zo'n boekje, want het is absoluut niet dik, dat zo'n impact gehad heeft. Wel, een van de belangrijkste redenen is het feit natuurlijk dat hij een aantal dingen in het openbaar bracht, dat is al één, want veel van die dingen wist men eigenlijk wel, maar men wou ze niet in het openbaar brengen. Maar een van de belangrijkste, of de twee belangrijkste redenen zijn dat hij seksualiteit loskoppelt van voortplanting, en loskoppelt van leeftijd.
Want het is al de kinderlijke seksualiteit beschreven. Vandaar dat we dus de publicatie van dat boek kunnen beschouwen als startpunt van die seksuologische eeuw. Goed, maar we gaan eens kijken welke zaken er op die 100 jaar tijd veranderd zijn. En sommige zaken gaan natuurlijk nog veel verder terug in de tijd. Hè. Het eerste, en een aantal van die zaken zullen voor jullie als ja, zeer verwonderlijk overkomen, zeker dat eerste. Het eerste betreft het voorhanden zijn van effectieve contraceptiva. Jullie beseffen dat niet, of wij beseffen dat niet. Jullie zijn de tweede generatie die toegang hebben tot efficiënte contraceptiva die nauwelijks iets kosten. Je hebt er toegang toe, dat is al één. Dit zijn eigenlijk drie dingen. Eén, ze bestaan. Twee, je hebt er toegang toe. En drie, ze kosten ongeveer niks. Dit is zeer recent. Dit is hoop en al 50, 60 jaar oud dat ze bestaan. En het is hoop en al 30 jaar dat ze makkelijk te verkrijgen zijn. Als we nu eventjes ruimer gaan kijken dan die voorbije 100 jaar, en dus naar de geschiedenis gaan kijken, dan een beetje de verborgen geschiedenis, want dat vind je niet altijd in de officiële geschiedenis, maar dan kun je zien dat de mens al altijd op zoek geweest is naar effectieve contraceptiva. Naar een manier om aan geboortebeperking te doen, want daar kwam het op neer, hè? Geboortebeperking. We zijn een van de weinige zoogdieren die constant seksueel actief zijn. Dat is op een bepaalde manier ontzettend leuk. Het heeft één vervelend bijverschijnsel. Dat betekent dat de vrouw bijna constant zwanger is als gevolg daarvan. Dus vandaar die zoektocht al heel vroeg, eigenlijk al vanaf het begin dat we geschreven teksten hebben, die zoektocht naar effectieve contraceptiva. En men had wel enige kennis, zeker in de wereld van de vrouwen, men had wel enige kennis over contraceptiva, maar die waren nooit betrouwbaar, die waren vaak omslachtig. Enfin, dat was eigenlijk niet direct iets wat handig was. In de tweede helft van de vorige eeuw kregen we de ontwikkeling in eerste instantie van een condoom en vervolgens nog wat later de ontwikkeling van de pil. Ja. Dus effectieve contraceptiva. Die waren er dan, maar je kon ze niet krijgen. De pil werd alleen voorgeschreven aan vrouwen. Werd alleen voorgeschreven, dus je moest via een arts passeren. En het meerdere van de artsen werden die alleen maar voorgeschreven aan getrouwde vrouwen. Dus als je niet getrouwd werd, kreeg je de pil niet. Condooms kon je alleen maar kopen in een apotheek. En heel veel apotheken weigerden van ze te verkopen aan jongeren. Vandaar in mijn studentenperiode een studentenarts en die diende maar voor één ding. Dat was voor contraceptiva. Dat was het enige wat die arts eigenlijk diende. Dat wist binnen de kortste keren, iedere eerstejaarsstudent wist dat je daar moest zijn om aan uw gerief te geraken. Nog een aantal jaar later, een behoorlijke aantal jaar later, kun je ze gewoon aan de kassa van de lijzen kopen naast de tic-tacs en de kalgom en weet ik veel wat. Dus dit is een immense verandering. Immens. En dit is historisch. Hè? We hebben het niet over de laatste 50 jaar. We hebben het eigenlijk over de laatste 30.000 jaar. Jullie zijn de tweede, de derde generatie die beschikken over effectieve contraceptiva. Ja. Dat moet je proberen voor te stellen. Het effect bij jullie overgrootmoeders. En alle generaties vrouwen die eraan vooraf gegaan zijn. Het effect van het niet beschikken over effectieve contraceptiva. Wat is het effect daarvan, denkt je? Dat is niet zo moeilijk om u voor te stellen. Dat betekent dat we voor al die generaties vrouwen die jullie vooraf gegaan zijn, seksualiteit in het teken stond van mogelijk zwanger zijn. Altijd. En vandaag de dag wordt zwangerschap alleen maar als een
bijzonder aangename gebeurtenis ervaren, een verlangde gebeurtenis, iets waar een koppel naartoe werkt, noem maar op. Dus in ieder geval iets wat in een positief daglicht staat. Dat was vroeger niet zo. Hè? De zwangerschap was een last. Een last omdat ze zich telkens opnieuw dreigde te herhalen. En op de koop toe was het ook zo dat vanaf de 19e eeuw, voor die niet, dat vanaf de 19e eeuw 1 op de 4 vrouwen in het kraambed stierf. Dat was te danken aan de vooruitgang. Ik ben een beetje ironisch bezig, maar het is zo. Voordien gebeurden bevallingen thuis. En was het de vroedvrouw die daarvoor kwam. De vroedvrouw, dat was een ervaren vrouw. Dat was een hele historische geschiedenis van hoe dat vroedvrouwen een kennis opbouwden over het vrouwelijk lichaam die de dokters niet hadden. En dat was duidelijk ook een vrouwenaangelegenheid. En je kunt dat nog altijd terugvinden in zogenaamde primitieve culturen, die absoluut niet primitief zijn. Wij noemen ze primitief. Goed, maar dan krijgen we de 19e eeuw, de vooruitgang en de geneeskunde. En vrouwen moeten plots bevallen in een ziekenhuis. Maar we hebben Pasteur nog niet. Pasteur, de ontdekker van de kochbacil, van de mogelijke besmettingen. Dus men weet nog niet dat vanaf het ogenblik dat een lichaam een wonde vertoont, dat dat zeer besmettelijk is. Dat je dus dingen kunt overbrengen. En er bestaat zoiets als kraamvrouwenkoorts, de puerperale koorts. En een vrouw die juist bevallen is, is daar zeer ontvankelijk voor. Dat is zeer besmettelijk. En die bevallingen gebeuren in een ziekenhuis. En die artsen wassen hun handen niet. En ze gaan van de ene vrouw naar de andere. En ze dragen het over. En dus het risico is 1 op de 4. Nou, 1 op de 4 sterft. Seksualiteit is plots niet meer leuk, hè? En is niet leuk al een aantal duizenden jaren voor de helft van de bevolking. In eerste instantie omwille van het risico op die voortdurende zwangerschap. En dan nog recenter, omwille van het risico van simpelweg te overlijden. En dat moet je dan nog leuk vinden ook. Vandaar die heel traditionele visie. De traditionele visie van de vrouw die weigerachtig staat tegenover seksualiteit. Met daartegenover natuurlijk de pendant, de man die altijd alleen maar seks wil. Dat is zo de karikatuur die klopt tot pakweg 1950, 1960. Vrouwen stonden zeer weigerachtig tegenover seksualiteit in functie van het risico dat ze liepen. En natuurlijk, hoe meer het geweigerd wordt, hoe meer de andere kant er naar verlangt. Ja? Of erop aandringt. Dit is verdwenen. Hè? Seksualiteit is ook voor de vrouw niet langer gekoppeld aan angst, of toch niet angst in die traditionele betekenis van het woord, en is helemaal niet gekoppeld aan het risico van zwangerschap en overlijden in het kraambed. Dit is verdwenen. En we zien nu de eerste generatie vrouwen, dat zijn jullie, die evenzeer kunnen verlangen naar lust zonder dat achterliggende risico. En je ziet ook dat vrouwen plots veel actiever worden in vergelijking met de vorige generaties. En je ziet ook, merkwaardig genoeg, dat veel mannen daar niet mee om kunnen. Dus je krijgt plots een heel ander beeld, je krijgt plots een heel andere verhouding. Je moet eens kijken naar films voor 1950 en films na 2000. In films voor 1950 verschijnt de vrouw maar in 2 versies. De vrouw die als het ware seksloos is, of die de boot afhoudt. Dat is de ene versie. De andere versie is de prostituee, de gewaarlijke vrouw. Ja. En seksualiteit wordt nauwelijks getoond. Vanaf 2000 zie je in de filmwereld de seksueel actieve vrouw optreden. Die zelf haar seksuele verlangen uit en die zelf actief het voortouw neemt. Dat kan alleen maar uit hoofde van die verandering. Dat getuigt van een heel andere denkwereld en van eigenlijk een andere genderidentiteit. Wel, dit is een effect van die contraceptiva. Dit is een effect van de bevrijding van die angst.
Dus wij kunnen ons dat eigenlijk niet voorstellen, dat dat eeuwenlang op die manier een rol gespeeld heeft. Goed, tweede verandering. Laatste 100 jaar. En daar is dan bovendien nog eens een verandering in opgetreden. Seksualiteit was, en nu keren we even terug naar de periode van Freud. Seksualiteit was op dat ogenblik vrij sterk onderworpen aan inperking, aan onderdrukking, zeker voor de vrouw. Was bovendien ook dat risico op zwangerschap, waardoor de frequentie van seksueel verkeer in het koppel ingeperkt werd. Het resultaat, heb ik al aangegeven, het resultaat of het gevolg daarvan is dat er een enorme aanbod was van bordelen en van de prostitutie. 1 bordeel per straat in het Wenen ten tijde van Freud. Goed. Je kan dat heel duidelijk koppelen. Hè. Repressie betekent een vorm van commerciële seksualiteit. Als we nu vandaag de dag gaan kijken, de commerciële seksualiteit, dat zijn de pornosites, al dan niet betalend. En het grote voordeel voor een wetenschapper is dat je die pornosites op het World Wide Web kunt ze actief bezig zien. Hè. Niet dat je de scènes ziet, want die zijn van de verregaande verveeldheid, vind ik. Maar je kunt dus zien waar ter wereld er meest op pornosites gezeten wordt. Ik weet niet of je die schermen ooit gezien hebt, maar je kunt dat dus letterlijk aan het aantal contactpunten voorstellen. Nu moet je 2 keer raden waar dat die sites het meest actief zijn. In die landen waar seksualiteit het meest onderdrukt wordt. Dus dat hangt samen. Hè? Dus een maatschappelijke onderdrukking van seksualiteit betekent een opbloei van het pornocircuit, van het prostitutiecircuit, van de betaling daarvoor. Goed, tot daar hoeft dat nog geen probleem op te leveren, alhoewel. Maar het probleem, de evolutie waar we het nu over hebben, is het volgende. Die bordelen waren niet alleen een letterlijk en figuurlijk een uitlaatklep voor die gefrustreerde seksualiteit bij de mannen. Die bordelen waren ook een ontzettende bron van besmetting voor seksueel overdraagbare aandoeningen. Men kende de sepsis nog niet. Men had nog geen voorbehoedsmiddelen. Men kende het condoom nog niet, of toch niet in een bruikbare versie. En dat betekende dat er binnen de kortste keren een groot aantal van die prostituees drager waren van syfilis. En dat betekent dat hun cliënten daar ook mee besmet werden. En dat betekent dat hun cliënten vervolgens hun eigen vrouw gingen besmetten. En syfilis was een zeer wijdverbreide aandoening rond 1900. Er zijn schattingen van 1 op de 3 bij de mannen. Nu moet je weten dat syfilis een verschrikkelijke ziekte is. Die heel banaal begint met een aantal zweren. Die dan verdwijnt. Joepie, ben er vanaf, dus ik ben genezen. Een aantal jaar later keert ze terug, maar in een ergere versie. Dus weer beginnen open te liggen, open wonden. En er beginnen zich ook mentale symptomen te vertonen. Mentale symptomen die in de richting van paranoia gaan. En dan verdwijnt de ziekte weer. Joepie, ben genezen. En 10 jaar later keert ze nog eens terug en dan is het de laatste fase en is het dodelijk. Goed, dat betekent dat seks plots een stukje minder leuk wordt. Hè? Je hebt niet alleen dat verbod, je hebt niet alleen die zwangerschap. Dus bij de vrouw is het risico op zwangerschap en overlijden in het kraambed. Bij de man is het risico op het oplopen van een seksueel overdraagbare aandoening. En daarbovendien dan op een vrij ellendige manier aan creperen, want daar komt het zo ongeveer op neer. Een aantal belangrijke figuren uit die periode, met als meest bekende Nietzsche, zijn overleden aan syfilis. Hè? En de aandoening. Dat wordt meestal niet zo uitdrukkelijk gezegd en geschreven, maar als je de beschrijvingen, de medische beschrijvingen leest, moet je niet twijfelen. En er zullen er veel meer geweest zijn dan dat we officieel kennen. Goed. Dus
seksueel overdraagbare aandoeningen als een tweede belangrijke angstuitlokkende factor. En dat wordt dan natuurlijk ook ontzettend gemoraliseerd. Dat is de straf van God. De straf van God, want je bent naar een prostituee geweest. Je hebt verboden seksualiteit uitgevoerd. Noem maar op. Dus daar krijg je dan nog eens, naast het medische aspect, het moreel beschuldigende aspect ook. Wat verdwijnt er op dat vlak? Wat is er gebeurd? Wel, we krijgen ongeveer vanaf de Tweede Wereldoorlog de invoering van antibiotica. Antibiotica zijn heel toevallig ontdekt door Ian Fleming. Penicilline, dat verhaal kent je waarschijnlijk wel. Het is een van de zoveel verhalen waar je kunt zien dat ontzettend belangrijke wetenschappelijke ontdekkingen op puur toeval berusten. Het toeval bij de ontdekking van penicilline is dat Ian Fleming zijn afwas niet gedaan had. Dat is eigenlijk de korte samenvatting van de ontdekking van penicilline. Hij had zijn afwas niet gedaan, hij had zijn petrischaaltjes laten staan gedurende het weekend en hij keerde terug een aantal dagen later. En o wonder, hij ontdekte een schimmelcultuur in een van zijn petrischaaltjes en de rest van het verhaal kent je. Goed, het heeft dan nog een aantal jaren geduurd voor men de uiteindelijke medicinale werking van antibiotica uitdrukkelijk heeft leren kennen en dan verspreiden. De Tweede Wereldoorlog heeft er vrij sterk bij geholpen, omdat men daarmee aan de soldaten, zeker de Amerikaanse soldaten, al behandelde. En vanaf de jaren 50, geleidelijk aan, werd het gebruik van penicilline en de ruimer van nieuwe antibiotica gemeengoed. En wat bleek? Men kon al die seksueel overdraagbare aandoeningen, toch de gevaarlijke ervan, perfect behandelen. En binnen de kortste keren verdween syfilis. Als het nog optrad, werd het vrij snel ontdekt en was een behandeling in het eerste stadium mogelijk. En hield men daar geen noemenswaardige problemen aan over. En dat gold ook voor een aantal andere seksueel overdraagbare aandoeningen, die dan wel een stuk minder erg waren, maar toch wel vervelend konden zijn. Goed, dus we traden plots, en je hoort al de verleden tijd, we traden plots het paradijs binnen. Het is geen toeval dat het zich ook ongeveer, dat het vooral naar voren getreden is in de periode van de seksuele revolutie. Ik denk dat die seksuele revolutie minstens ook een grond gevonden heeft in twee concrete zaken, met name die contraceptiva en dit hier de mogelijke behandeling van seksueel overdraagbare aandoeningen. Vandaar de jaren 70 plots op dat vlak wel heel wild waren. Men hoefde geen schrik meer te hebben voor ongewenste zwangerschap. En men hoefde geen schrik meer te hebben voor syfilis of een andere seksueel overdraagbare aandoening. Goed, totdat de AIDS op de proppen kwam natuurlijk. Hè. Dan was het plots, dan was het feest plots over. En AIDS heeft daar uitdrukkelijk een roet in het eten gegooid. En ook daar kun je weer zien hoe een ziekte binnen de kortste keren gemoraliseerd werd. Hè? Want AIDS is heel lange tijd geassocieerd geworden met de homoseksuele wereld, met het excessieve in de homoseksuele wereld. En je kon zonder veel problemen teksten vinden, vaak Amerikaanse teksten, waarin de AIDS beschreven werd als een gerechtvaardigde straf van God. Want homoseksualiteit was nu eenmaal tegennatuurlijk. En dus die ziekte die ze opliepen, dat was dan hun straf daarvoor. Binnen de kortste keren bleek dat heteroseksuelen daar even ontvankelijk voor waren. En dat een en ander toch wel behoorlijk gevaarlijk dreigde te worden, ook al omdat het jarenlang geduurd heeft vooraleer er zelfs een eerste vorm van behandeling gevonden werd. Ik heb het daar straks gehad over Michel Foucault en ik heb gezegd dat die man vrij jong gestorven is. Hij is een van de eerste bekende slachtoffers van AIDS. Hij was zelf homoseksueel en hij behoorde tot die eerste generatie die daaraan overleden is.
Goed, het antwoord, en je ziet dan weer hoe dat seksualiteit gekoppeld wordt aan moraal. Het eerste antwoord op AIDS was een moraliserend antwoord. Je moest u beperken tot één partner. Als je beperkte tot één partner, dan was er geen vuiltje aan de lucht. En zou het risico op AIDS, zou je het risico op AIDS daarmee kunnen vermijden. Hè? En we kregen daar het ontstaan van een nieuwe vorm van man-vrouw verhoudingen of van genderverhoudingen. Iets wat jullie bekend is, want het hoort bij jullie generatie. Dat is de zogenaamde seriële monogamie. De monogamie vroeger was tot de dood ons scheidt, samenblijven een heel leven lang. Gelukkig stierven mensen vroeg. Dat was de enige manier om dat vol te houden, denk ik. Vanaf een bepaald moment wordt dat vervangen door de seriële monogamie. Dus je beperkt je tot één partner. En als je tot één partner beperkt, dan is je risico vrij gering. Er zit natuurlijk wel iets van waarheid in, los van het morele. Maar tezelfde tijd is het zeer naïef. Hè? Om de naïeve schuilt hem hierin dat die ene partner met wie iemand op een bepaalde moment een langdurige relatie heeft, die heeft zelf, hij of zij, voordien al verschillende partners gehad. En ik heb ooit zo eventjes een rekensommetje gezien. Als je zo jonge mensen neemt in hun seksueel actieve periode, laat ons nu even jullie leeftijdscohort nemen tussen 20 en 25. Het merendeel daarvan heeft in die leeftijdsperiode al 5 verschillende seksuele partners gehad. Zelfs als je je beperkt tot de seriële monogamie. Dus het gaat allemaal aan tellen, aan hoeveel aan jullie zitten. Het gaat over statistisch gemiddelden. Dus je gaat jezelf daar niet in terugvinden. Maar dus gemiddeld 5 seksuele partners. Ja. Goed. Als je dan je beperkt tot je ene partner, met hoeveel mensen vrijt je dan, denkt? 2 keer 5 tot de 5e. Je hebt alle 2 5 partners gehad. En die partners hebben ook 5 partners gehad. Dus je moet exponentieel beginnen rekenen. Dus dat is datgene wat men niet ziet binnen die zogenaamde seriële monogamie. Dat elk van die monogame partner al bij al niet zo monogaam is. Als je de recente geschiedenis erbij pakt, dan is dat de geschiedenis van de laatste 5 jaar. Goed, ondertussen lijkt het erop dat we straks een effectieve behandeling voor AIDS zullen hebben. De eerste tekenen beginnen nu naar buiten te komen. We hadden al een behandeling om het tegen te houden. En dat heeft eigenlijk toch wel een beetje een negatief effect gehad, want het nam de onrust weg. Hè. Bij heel veel mensen ontstond het idee van, ja, het is sowieso dan behandelbaar, dus hoeven we ons niet meer te beschermen. Ja, dat is een beetje een risicovol besluit. Want de behandelbaarheid die er tot vandaag de dag is, betekent eigenlijk dat je bij wijze van spreken 12 pillen per dag moet slikken en dat je leven serieus belast wordt, medicamenteus en op gezondheidsvlak. Dus blijf die toch maar beschermen totdat we het equivalent van penicilline gevonden hebben, maar dat zal nog niet voor onmiddellijk zijn, denk ik. Maar goed, het gaat gelukkig de goede richting uit. Wat vooral opvallend is, is dat de introductie van AIDS onmiddellijk opnieuw zorgde voor die moralisering. Dus je kan eigenlijk zien hoe een aantal klassieke, en met klassiek bedoel ik Victoriaanse, morele redeneringen binnen de kortste keren weer de kop opstaken. En die richten zich tegen de homoseksuele mensen en tegen de vrouw. Het was dan weer heel klassiek dat die gender eruit werd gehaald om dan een soort oordeel te gaan uitspreken daarover. Goed. Maar in vergelijking met het Victoriaanse tijdperk zijn we dan toch in ieder geval een flink stuk beter af. Derde verandering, en dat is dan meteen de meest omvattende, die alles hangt natuurlijk met alles samen. Hè. Dat is in deze materie niet anders dan in andere onderwerpen, maar hier misschien nog meer. Maar het derde punt, of de derde verandering, betreft de emancipatie van de vrouw. En ook dat is nauwelijks 100 jaar oud.
Dat is op zich al een onderwerp voor een volledige lessenreeks en dat wordt ook gedaan. Hè. In genderstudies, in de vrouwenstudies wordt de emancipatiebeweging als centraal onderwerp genomen en met recht en reden. Goed, de geschiedenis daarvan kent je. Tot pakweg 1900 is de vrouw per definitie de mindere en staat die onderaan de patriarchale ladder en heeft die eigenlijk niks te zeggen. En dat gaat al terug op dat Bijbelverhaal, Eva met de appel. Eva die de bron is van alle kwaad. En zeker bron van het seksuele kwaad. Want dat wordt bij de vrouw gelegd. Hè. De vrouw is de oorzaak van alle problemen die de man heeft met seksualiteit. Als je een voorbeeld wilt hebben over projectie, wel, dit is het duidelijkste voorbeeld dat je kunt hebben. Elke man heeft vroeg of laat last met zijn seksualiteit. En hoe lossen wij, en nu spreek ik niet als man, maar in het algemeen, hoe lossen wij als mensen een intern probleem meestal op? Wat is de makkelijkste manier om dat op te lossen, om ons probleem op te lossen? Dat is het bij de ander te gaan leggen. Wel, hier krijgen we een antropologische versie daarvan. De man, antropologisch gezien, heeft vaak last van zijn seksualiteit. En hoe lost hij dat op? Door de oorzaak van die problematiek bij de vrouw te gaan leggen. En door de vrouw te gaan bestrijden, door de vrouw een aantal dingen te gaan toeschrijven, die eigenlijk in eerste instantie voornamelijk met hemzelf te maken hebben. En het zal de vrouwelijke seksualiteit zijn die onderdrukt wordt. En dat toont zich door de onderdrukking van het vrouwelijk lichaam. En de meest voor de hand liggende illustratie daarvan is natuurlijk de kledij. Het vrouwelijk lichaam dat zoveel mogelijk bedekt moet worden. En dat alleen maar in speciale omstandigheden ontbloot mag worden. Maar in normale omstandigheden moet het gedeseksualiseerd worden. Victoriaans tijdperk is daar een illustratie van, maar eigenlijk niet alleen het Victoriaans tijdperk, je kan dat eigenlijk eeuwenlang opmerken. Het gaat nog verder, het vrouwenlichaam wordt vaak ook de facto verminkt of aangepakt, en dan krijgen we de besnijdenis, de clitoridectomie, die tot vandaag de dag helaas nog uitgevoerd wordt. Daar wordt terecht heel sterk tegen gereageerd, uitdrukkelijk. Het is heel opvallend dat voor de weliswaar minder ingrijpende, maar toch, het is heel opvallend dat voor de mannelijke variant er veel minder gereageerd wordt. De mannelijke pendant daarvan is de besnijdenis bij de man. En dat is binnen de Joodse wereld en binnen de moslimwereld een onderdeel van de religie. Binnen de Amerikaanse wereld, die heel sterk door het Jodendom bepaald geworden is, zijn het meerdere van de volwassen mannen besneden. Want dat maakt er deel uit van een soort gezondheidscultus. Terwijl dit is simpelweg een verminking. Hè. Er is geen enkele reden om die voorhuid weg te nemen. En er zijn heel wat redenen om die daar te laten staan. Het is nu nog maar recent dat er daar een beetje reactie begint tegen te komen. Onze decaan in de faculteit geneeskunde heeft recent, die is uroloog, heeft heel recent een boek uitgebracht over de penis. En een van de zaken die daarin verschijnt, dat is bij mij weet een van de eerste keer dat ik dat lees in dit vakgebied, is dat hij besnijdenis bij mannen eigenlijk alleen maar opportun acht als daar een uitdrukkelijke medische reden voor is. En hij voegt eraan toe dat die medische redenen zeer zeldzaam zijn. Maar goed, dit terzijde. Besnijdenis bij de man is evenzeer een verminking als besnijdenis bij de vrouw. Zij het, laat dat duidelijk wezen, zij het dat het minder erg is bij de man als je het vergelijkt met de besnijdenis bij de vrouw. Dus emancipatiebewegingen voor de vrouw is eigenlijk nodig geweest omwille van die eeuwenlange onderdrukking. Historisch gezien, daar zal Johan Mertens misschien iets over vertellen vanuit de evolutionaire biologie, historisch gezien kunnen we dat dateren, hè?
Die onderdrukking van de vrouw hangt samen met de overgang van een nomadisch bestaan naar een landbouwbestaan. Dus zolang dat je jagers-verzamelaars hebt, zo'n 300.000 jaar geduurd. Zolang je een jager-verzamelaar gemeenschap krijgt, zie je een verregaande gelijkwaardigheid tussen de twee geslachten. Vanaf het ogenblik dat je een landbouwgemeenschap krijgt, dat is veel recenter, dat is 40.000 jaar. Vanaf het ogenblik dat je een landbouwgemeenschap krijgt, ontstaat het patriarchaat. En dus met het patriarchaat meteen ook de onderdrukking van de vrouw. Goed, even een toepassing daarvan. De landen in Europa die bij wijze van spreken het eerst geëmancipeerd waren, dat zijn de Scandinavische landen. Zweden, Finland, Noorwegen, IJsland, ook minder bekend bij ons. En dan denken wij dat die landen heel progressief zijn. Ze hadden als een van de eerste landen stemrecht voor vrouwen. Ze hadden als een van de eerste landen vrouwelijke presidenten, noem maar op. Dat kun je allemaal heel makkelijk nakijken. Kijk eens op Wikipedia, je zal het wel vinden. En dan denken wij dus dat die landen heel progressief waren. Wel, op bepaalde manier beschouwd is dat natuurlijk juist, maar je kan het ook omkeren. Ze zijn terzelfde tijd zeer ouderwets. Maar ze sluiten dichter aan bij die jager-verzamelaars dan bij de andere groep. Waarom? Tot niet zo lang geleden, 19e eeuw, had je in die landen eigenlijk een soort overlevingssamenleving, een soort overlevingsgemeenschap, omwille van de barre leefomstandigheden. Het is geen toeval dat de vikingen vandaar kwamen. Hè. De vikingen kwamen hier plunderen. Waarom? Omdat ze hinder crepeerden van de Noor. Dat was de reden waarom dat ze op rooftochten trokken. Dus je had een overlevingssamenleving. En binnen een overlevingssamenleving kunt u echt niet permitteren van de helft van de bevolking te onderdrukken. Daar moet iedereen even hard meewerken. Daar moet iedereen even hard zijn of haar plaats innemen. Dus daar was de vrouw niet onderdrukt. Ze stond gewoon naast de anderen. En dan krijg je eigenlijk een antropologisch fenomeen dat heel verregaande effecten heeft op het vlak van die gelijkberechtiging. Zij hebben dat dus niet moeten invoeren. Dat was er al. Het heeft alleen een moderne vorm gekregen, uit hoofde van de politieke evoluties die dan de laatste 150 jaar gekomen zijn met het algemeen stemrecht en dat soort zaken meer. Goed, dus tot 1900, zeker als we dus niet naar de Scandinavische landen kijken, tot 1900 is er voor de vrouw eigenlijk maar twee mogelijke, of zijn er voor de vrouw maar twee mogelijke posities, afhankelijk van de sociale klasse waarin dat ze geboren wordt. Ofwel wordt ze opgesloten in een boudoir. Dat is aan de hogere burgerij, dat zijn de uitzonderingen. Ofwel wordt ze gereduceerd tot de positie van moeder en huishoudster. En dat betekent dan om het anderhalf jaar zwanger, een aantal kinderen die vroeg sterven, en eigenlijk ook een vrouw die op haar 40ste, 45ste compleet uitgeleefd is. Die dan ook meestal een flink stuk vroeger sterft, zeker in vergelijking met vandaag de dag. Dat zijn de patiënten die je bij Freud ziet. Hè. De hogere bourgeoisie, die zijn eigenlijk te platter vervelen, omdat ze niets van uitdaging, niets van mogelijkheden hebben. En die bovendien dan nog eens een onderdrukte seksualiteit meemaken. En dan worden ze benoemd als hysterisch. Je moet geen groot intellectueel zijn om te kunnen zien dat hysterie een effect is van een bepaalde maatschappij. Hè. Het is geen individuele problematiek. Het is niet een bepaald individu dat hysterisch wordt. Nee, het is een maatschappij die vrouwen in die positie hysterisch maakt. Ofwel, die hen eigenlijk veroordeelt
tot een rol van broedmachine in combinatie met huishouden. Goed, dus er wordt dan ook van uitgegaan dat vrouwen minder waardig zijn. En dan krijg je een soort self-fulfilling prophecy. De overtuiging dat vrouwen minder waardig zijn, maakt dat zij natuurlijk niet mogen deelnemen aan politiek. Dat zouden ze niet eens kunnen. Maar heeft ook als gevolg dat er vanuit gegaan wordt dat een vrouw niet kan studeren. Daar is ze niet goed genoeg voor. Ze zijn eigenlijk alleen maar goed genoeg om thuis kinderen te kweken en de was en de plas te doen. En je krijgt dus een aantal publicaties, wetenschappelijke publicaties, die dat bevestigen. Bijvoorbeeld een van de bekendste publicaties is van 1901 van Möbius. Möbius is een zeer gekende fysioloog en die heeft een klassiek werk geschreven met als titel Über den physiologischen Schwachsinn des Weibes. Over de fysiologische zwakzinnigheid van de vrouw. En dat is de standaardwerk uit die periode. Het is ook de periode van de hersenmetingen, toen al. Sinds Plato zijn wij geobsedeerd door de ratio en door het brein. Dat is niet te doen. En de hersenen staan toen al centraal. En natuurlijk, meten is weten. En ze worden gewogen, de hersenen. En wat blijkt? De hersenen van een vrouw wegen gemiddeld minder dan die van de man. Dus ze zijn dommer. Dat is de conclusie. Hoe slim moet je zijn om zo'n conclusie te trekken? Terzijde, ze werd getrokken door mannen natuurlijk. Hè. Dus je krijgt heel veel argumenten vanuit de wetenschap, op grond waarvan de inferieure positie van de vrouw bevestigd wordt. En dat werkt dan zelfbevestigend, want door het feit dat ze op die manier bekeken wordt, krijgt ze geen toegang tot studies, krijgt ze geen toegang tot politiek, krijgt ze geen toegang tot alle activiteiten die enige macht met zich meebrengen. Die zijn allemaal voorbehouden voor de man. Wat zal de verandering teweeg brengen? Wel, we krijgen in die periode, dat is rond 1900, stilletjes aan een politieke beweging naar gelijkberechtiging. De arbeidersbeweging ontstaat ook. En binnen die politieke beweging, die dus ijvert voor algemeen stemrecht. Algemeen stemrecht voor mannen natuurlijk, niet voor vrouwen. Dat komt zelfs niet eens ter sprake. Maar binnen die politieke beweging zijn er ook een aantal vrouwen die opstaan en die stemrecht voor vrouwen gaan eisen. De emancipatiebeweging is in eerste instantie politiek geweest. Ja. En dan hoofdzakelijk in Groot-Brittannië. Bij een aantal vrouwen uit de hogere klasse die dat aan bod brachten. De zogenaamde suffragettes met redelijk spectaculaire acties, waarbij er een aantal trouwens ook om het leven gekomen zijn door bijvoorbeeld een van de meest bekende is Emily Pankhurst, die op een van de bekende paardenraces in Londen de aandacht getrokken heeft door met een bord zich onder de paarden te gooien bij de race. Als ik in de krant wil komen, dan is dat de manier om te doen op dat ogenblik in het Londen van 1896 of zoiets. Goed, dat is belangrijk, maar tezelfde tijd is dat maar een speldeprik. Het is een belangrijke speldeprik, omdat het onderwerp op de agenda zet. Maar ik denk niet dat dat veel effect zou gehad hebben, mocht er niet iets anders gebeurd zijn. En dat andere wat er gebeurd is, en helaas is dat vaak zo in de geschiedenis, dat we een bepaalde vooruitgang te danken hebben aan een serieuze achteruitgang. En dan heb ik het over de Eerste Wereldoorlog. Eerste Wereldoorlog, 1418... Ook bij ons, hier in Vlaanderen, heel sterk aanwezig. Ga maar eens gaan kijken in de streek rond Ypres. Die Eerste Wereldoorlog, dat is denk ik de laatste oorlog geweest waar patriotisme een rol speelde, waar zeker in de eerste oorlogsjaren ongeveer elke 18-jarige, en soms zelfs nog jonger, per se naar het front wilde om te vechten tegen de vijand. Ik bedoel, wij kunnen ons dat niet meer voorstellen, zoiets. Goed, om een lang verhaal kort te maken. De mannen sneuvelen bij bosjes. Het aantal
mensen die daar gestorven zijn, dat tart elke verbeelding, rond de Ypres alleen al 600.000. En dat is bovendien het actieve deel van de bevolking. Hè. Dat zijn de mannen die op dat ogenblik normaal gezien zouden moeten werken in de landbouw en in de industrie. En die worden allemaal weggetrokken voor het slagveld. En ze moeten voortdurend aangevuld worden. Want eerst zijn het de jonge mannen, maar dan uiteindelijk worden de oudere mannen ook opgeroepen. Vanaf een bepaald moment wil men niet meer gaan, maar er worden verplicht in het leger gestuurd, noem maar op. Maar terzelfde tijd moet het werk wel gebeuren. En plots blijkt er een mentaliteitsverandering op te treden. Voordien was de algemene teneur van, ja, maar vrouwen die kunnen eigenlijk niets, hè. Die zijn alleen maar goed voor de was en de plas. En verder van de rest zijn ze eigenlijk te dom om te helpen donderen. Excuseer mij voor de dames, maar dat was ongeveer de mentaliteit die op dat ogenblik heerst. Maar die fabrieken zijn leeg. En er moet wel gewerkt worden. En op de landbouwbedrijven, de arbeiders zijn er niet. Die zijn aan het front. En dus plots moeten vrouwen wel werken. En plots mogen ze wel het huis verlaten. En plots krijgen ze wel verantwoordelijkheid. Zijn er vrouwelijke ploegbazen. En ontstaan er organisaties. Want als je een fabriek moet runnen, dan denk je dat je daar een structuur voor nodig. En dat niet gedurende een paar weken of een paar maanden, maar gedurende een aantal jaar. En op de koop toe moeten die vrouwen ook betaald worden. Ze krijgen natuurlijk maar moeite de helft van het geld dat mannen betaald wordt, maar ze krijgen wel plots financiële onafhankelijkheid. En in 1918 zeggen de mannen van, en nu moeten we terug naar huis komen en opnieuw de pas en de plas doen. En dat gaat niet. En dat is een enorme impact geweest. Geef aan mensen gedurende een aantal jaar verantwoordelijkheid. Geef ze de mogelijkheid om zelf een aantal dingen te doen. En zeker in contrast met de onmogelijkheid voordien. En daardoor is de geest uit de fles. En daardoor zal die emancipatiebeweging, die zich in eerste instantie beperkte tot het louter politieke, en dan nog bij een kleine groep intellectuelen in Groot-Brittannië, die eerste emancipatiebewegingen zullen plots een heel breed draagvlak krijgen. En zullen politiek-economisch worden. En zullen zich ook uitstrekken naar de huiskamer. Want heel veel van die vrouwen die dan moeten terugkeren naar de huiskamer, die zijn ook weduwe. Want die man is gesneuveld. Maar ze moeten een plan verder blijven trekken. En ze vormen coöperatieves. Ze gaan zich samen gaan zetten. En die krijgt dan ook nog eens de beurscrash in de jaren 20, 30, noem maar op. Dus allemaal argumenten op grond waarvan mensen zich gaan samenzetten. En veel van die mensen zijn inderdaad vrouwen en ze gaan zich samen gaan zetten. En ze zullen een stelletjes aan een politiek-maatschappelijke macht daarvoor schuiven. Goed, dit zal zich nog eens herhalen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Daar krijg je eigenlijk bijna weer hetzelfde verhaal. Je ziet zo, ja, we hebben het altijd over het Victoriaanse tijdperk. Hè? En het Victoriaanse tijdperk, het beeld dat wij daarvan hebben, is dus die extreem restrictieve verboden seksualiteit, noem maar op. Ja. Wat we eventjes vergeten, is dat de jaren 30, pakweg 1925, 1935, dat die op seksueel vlak zeer vrij waren. En dat is niet zo moeilijk om te begrijpen. 1418, daar zijn de normen en waarden, de conventies, letterlijk aan flarden geschoten. Hè? En diegenen die terugkeerden, die geloofden in niets niet meer. Dat is eigenlijk het grote effect geweest op religie en de ideologie van voordien. En dus die normen en waarden waren weg en er kwam een enorme vrijheid in het denken. En ook een enorme urgentie van het leven is vrij kort. We kunnen straks dood zijn, maar ik ken er altijd die gesneuveld zijn. En er ontstaat wat ze noemen de Roaring Twenties. En dan nog eens de jaren 30 ook. Als je de filmbeelden ziet uit die periode, die
vrij zeldzaam zijn, maar sommige filmbeelden daarvan zijn heel frappant. Bijvoorbeeld, er is een scène van een soort carnavaltocht in Berlijn met de olifanten, leuk. En wie of wat zit er op die olifanten? Halfnaakte vrouwen. In 1923. Wij denken van, tja, dat is zo werk. Dat hadden we niet verwacht, dat dat kon, openbaar publiek. En je ziet dat het huwelijk voor een stuk verdwijnt, dat er heel veel losse allianties aangegaan worden, noem maar op. Vanaf midden van de jaren 30 verdwijnt dat. We krijgen een nieuwe preutsheid. En een soort terugkeer naar dat Victoriaans tijdperk. En dat zal nog eens bevestigd worden na de Tweede Wereldoorlog. De jaren 50, de jaren 60 zijn een soort heropleving van het Victoriaanse tijdperk. Je ziet daar dan een veel striktere moraal weer optreden en ook een aantal reacties daartegen. Dus het zijn hoofdbewegingen waarop die emancipatie zich zal voortbewegen. Maar iedere golf, die gaat dus een keer naar beneden en weer naar boven. Maar als je het globaal gaat bekijken, dan zit in die golven altijd een stukje hoger dan voordien. Dus het gaat steeds en meer in een bepaalde richting. En wat je ook heel duidelijk kunt zien, want dat wordt vaak te weinig benadrukt, dat is dat de emancipatiebeweging van de vrouw deel uitmaakt van een ruimere emancipatiebeweging, van een sociale beweging. Een sociale beweging waarbij een klasse die niets te zeggen had, de arbeidersbevolking, de lagere middenstand, de boerenbevolking, waarbij die geleidelijk aan zeggenschap gaan proberen te verwerven. En de emancipatiebeweging is daar vermoedelijk het belangrijkste onderdeel van, maar toch wel een onderdeel. Het algemeen stemrecht zal eerst voor mannen zijn en pas daarna voor vrouwen. En je ziet in de verschillende landen dat er daar een soort decalage in de tijd tussen is. Het algemeen stemrecht voor mannen in België, als ik het me goed herinner, is 1911 of 1918. Het is een van die twee data, maar ik weet niet meer precies welke. Wanneer komt het algemeen stemrecht voor de vrouwen in België? Enig idee? 1948. Bijna een halve eeuw later. Dat is niet zo lang geleden, hè, 1948. Pas dan mocht de vrouw voor het eerst gaan stemmen in België. Vooral duidelijkheid, wij waren een van de laatste landen in Europa. Meerdere van de andere landen had het al veel vroeger beslist. Goed, dus onderdrukking van de vrouw, onderdrukking van de seksualiteit. Meteen ook een archetypisch beeld van de vrouw dat geïnstalleerd wordt. Archetypisch beeld van de vrouw bij de mannen. Maar natuurlijk ook voor de vrouwen zelf. Nu eventjes psychoanalytisch Lacaniaans redeneren. Er is geen voorafgegeven genderidentiteit. Hoe dat je een vrouwelijke identiteit invult, dat hangt af van de cultuur. Hoe dat je een mannelijke identiteit invult, dat hangt af van de cultuur, van de omgeving. Dus dat moet je als uitgangspunt nemen. Goed. Dan hebben we binnen dat model een aantal archetypische beelden over de vrouw. Archetypische beelden die eigenlijk voornamelijk de angst en de drift van de man gaan verwoorden. En wat zijn die archetypische beelden? Je hebt er drie. Het onschuldige meisje. De vrouw als moeder. En de vrouw als prostituee, als lustobject. En die drie worden strikt gescheiden. Van onschuldig meisje wordt geplots ofwel een vrouw moeder ofwel een vrouw prostituee. Maar het idee dat een vrouw die ook moeder is, dat die ook seks zou kunnen hebben, dat is ondenkbaar. Dat hoort niet bij dat beeld. Net zoals het idee dat een onschuldig meisje erotische fantasieën zou kunnen hebben. Dat hoort niet bij dat beeld. Je hebt die archetypische beelden. Dus of dat, of dat, of dat. In de realiteit zijn mensen natuurlijk een stukje complexer dan dat. Goed, maar die beelden bestaan als overtuiging
in dat maatschappelijk model. En het is met die beelden dat de vrouw het moet doen. Het is met die beelden dat een vrouw haar identiteit moet uitbouwen. En van zodra ze eigenlijk lustgevoelens heeft, over dat tijdskader, moet ze zich als het ware slecht voelen. Dan zit ze eigenlijk in het verkeerde archetype, in het verkeerde register. Ook voor de man trouwens. De man kan zijn seksualiteit eigenlijk uitsluitend beleven bij iemand die niet tot het archetype van de moeder behoort. En Freud zal dat heel mooi beschrijven in een artikeltje dat vandaag de dag veel minder van toepassing is dan toen. Hij zal beschrijven hoe bij het meerdere van de mannen de eigen partner, dus de moeder van de kinderen, ervaren wordt, voornamelijk als moeder. En dat betekent dat je met uw vrouw, die de moeder van uw kinderen is, dat daar nauwelijks erotische activiteiten mee uitgevoerd worden. Want dat past niet in dat beeld. Voor de erotiek moet je buitenshuis gaan. En erotiek is gekoppeld aan de prostituee, aan de slechte vrouw. En die krijgt dus die opdeling uit hoofde van die archetypes. Dat betekent dan bijvoorbeeld ook, dat is trouwens een van de redenen waarom Freud die opdeling gemaakt heeft, dat betekent dan ook dat een aantal van die mannen bij hun eigen vrouw, vrouw, moeder, dat ze daar impotent zijn. Maar je kunt geen lustgevoelens ervaren tegenover een moederfiguur. Dan kun je dan ook nog eens religieus kaderen, dat zal u niet veel meer zeggen, de maagd Maria, onbevlekte ontvangenis, noem maar op, een heel centraal idee binnen het katholicisme. Dus dat past er allemaal perfect in. En dus krijg je bij heel veel van die mannen impotentie tegenover de eigen vrouw, maar ze blijken helemaal niet impotent te zijn buitenshuis. Maar daar hebben ze dan voor die vrouw buitenshuis geen enkel respect, want dat is alleen maar een prostituee. Goed, die opdeling is dus uitdrukkelijk een effect van een bepaalde maatschappelijke ordening. Dat feminisme en die emancipatiebeweging zullen dan na de Tweede Wereldoorlog heel snel in een stroomversnelling komen. Wat heel snel zal nog eventjes op zich laten wachten. Na de Tweede Wereldoorlog krijgen we in eerste instantie weer opnieuw een opstoot van het puritanisme. Een soort nieuwe dubbele moraal, we gaan daar later nog op terugkeren, een dubbele moraal die doet alsof seksualiteit probleemloos is, die op een aantal punten wel beter is dan de vorige dubbele moraal, maar toch, de eigenlijke seksualiteit zoals die zich concreet voordoet, wordt nauwelijks bevestigd of nauwelijks naar buiten gebracht. We moeten wachten op Kinsey, met de fameuze Kinsey-rapporten, we gaan het daar later over hebben, vooraleer dat eigenlijk naar buiten gebracht wordt, letterlijk naar buiten gebracht wordt. Goed, die emancipatiebeweging die zal er komen vanaf de jaren 60-70, om een aantal redenen. Onder andere die contraceptiva en onder andere het feit dat vanaf die periode steeds meer vrouwen gaan studeren. En dat ze dus ook een stuk mondiger worden en dat ze zich gaan groeperen. Die emancipatiebeweging leunt dan dichter aan bij het startpunt. Dus het startpunt 1890, Groot-Brittannië, een aantal intellectuele vrouwen, maar dan toch grote uitzonderingen. We waren echt heel beperkt in aantal. Springen we vooruit naar 1960, 1970. Weer intellectuele vrouwen, maar deze keer wel een groot aantal. En de emancipatiebeweging zal ontstaan op de universiteit. Bij hooggeschoolde vrouwen. Die de boer zullen optrekken en die zullen proberen via vrouwenpraatgroepen ook te landen vrouwen die niet gestudeerd hebben mee te trekken. En je krijgt eigenlijk een hele sociale beweging vanaf de jaren 60, 70. En men gaat dan spreken over de feministische golven. Er zijn een drietal bewegingen geweest. Maar goed, dat hangt een beetje vanaf hoe dat je dat bekijkt. Eigenlijk is dat één golf, is dat één sociologische beweging die vanaf de jaren 60 naar voren treedt. En dan kun je zien dat het eerste object waar de vrouwen zich op zullen richten is hun eigen lichaam. En ze zullen hun lichaam opeisen. Ze zullen de
autoriteit over hun eigen lichaam opeisen. Want die autoriteit lag voordien bij de man. Het was de man die besliste over dat lichaam, over zwangerschap, over seksualiteit, over noem maar op. En vandaar dat ook een van de eerste strijdpunten van de vrouwenbeweging het recht op abortus geweest is. Want wij beslissen, wij zijn baas. Abortus in een periode dat contraceptiva nog niet zo vanzelfsprekend waren. En dat is een politieke strijd geworden, een politiek-maatschappelijke strijd, die natuurlijk ook voor een flink stuk religieus beïnvloed was. Je ziet dan daar ook dat verschillende landen verschillende snelheden hebben. Abortus was in Nederland al vrij vroeg goedgekeurd, in België niet. Dus trok heel Vlaanderen of heel België naar Nederland als er een abortus nodig was. Hetzelfde fenomeen kon je 20, 30 jaar later zien in Ierland. Ierland, katholiek, abortus compleet verboden, dus nog niet zo lang dat daar toegelaten is. En dus gingen de Ierse vrouwen naar Londen voor abortus. Dus daar zie je hoe dat die beweging vaak met de twee snelheden plaatsgrijpt. Belangrijk om te zien is dat die emancipatiebeweging geëvolueerd is naar een gender-emancipatie. Dus de eerste, van niet de eerste, dus bij die vanaf de jaren 60, 70 gericht op het eigen lichaam, op het zeggenschap hebben over het eigen lichaam, in verhouding tot de man. Maar in het kielzog daarvan een ontwikkeling van een genderbewustzijn. En je ziet dat die oorspronkelijke vrouwengroepen vrij snel aansluiting zullen vinden bij de gay movement. De beweging van homoseksuelen die ook hun politieke rechten gaan opeisen, hun burgerrechten. En daar zie je hoe dat een seksuele ontvoogding, gericht op het lichaam, een genderontvoogding wordt. Een genderontvoogding, waarom? Omdat vrouwen tot de ontdekking komen dat hun identiteit als vrouw, dat opgelegde rolpatronen zijn. Rolpatronen die maatschappelijk gezien gedicteerd werden. En men zegt van ja, maar die rolpatronen, dat is niet meer dan rolpatronen. En die rolpatronen, die willen we eigenlijk niet meer. We willen gelijkberechtiging. We willen ervoor zorgen dat mannen en vrouwen zelf kunnen beslissen over taakverdelingen. Dat er in het gezin een aantal dingen op een normale manier verlopen. Dus daar zie je dat het besef van die rolpatronen vrij snel overgaat naar een besef van genderidentiteit. En, belangrijke volgende stap, het arbitraire daarvan. Het arbitraire van die genderidentiteit. Dat is alleen maar een constructie. Een constructie die opgelegd wordt. Dus kunnen we het anders invullen. En dan de nog volgende stap. De vaststelling dat een reductie tot twee gender niet klopt. Dat dat nooit geklopt heeft. Er zijn meerdere genders te onderscheiden dan alleen maar het binair mannelijk-vrouwelijke. Goed, we gaan hier onderbreken en dan de volgende week daar hernemen binnen dat overzicht van die veranderingen in de laatste 100 jaar. Het inhaalexamen valt ook samen met een ander inhaalexamen. Dan moet je dat liggen op de FGO. Ja, en zou dat lukken? Of is dat mogelijk dat dat vervroegd wordt? Maar dat weet ik niet. Ik kan daar nu geen antwoord op geven. Ik weet zelf niet eens de data. Ah, oké. Okay, dus je moet dan met bezig. Ik ben daar echt niet mee bezig. Dat is in juni. Ja, maar we vroegen ons dat. Ik ga dat altijd met de meeste wel willen deelrekenen. Ja. Dan moet men nu niet vragen dat ik nu dat begin was te kunnen. Maar moet je het dan zelf vragen in het FGO? Ja. Okay. En waarschijnlijk gaan ze dan zeggen, maar moet dat met de prof regelen. Dus de bal wordt ook onderzoek. Maar het maakt niet meer zo van een baan. Oké, okay, samen. Ja. Ja.